Meneer, van wie is deze beat? Jetser. A.k.a. E. Frasi. Welkom bij Live Dreamers. Leuk om er te zijn. Wat is de hoofdstad van Somalië? Mogadishu. Gezondheid. Ik ben met QS3. Kwaliteit is prioriteit. Ja. dan laat ik je het witte gemiddelde. Ja. Heb je je dromen van vroeger waargemaakt? Ja. Ja, Ik wilde graag voor de grootste artiesten geproduceerd hebben. Ik was 19, bro. Ik deed niks met mijn leven. Ik wist ook niet echt. Ik, ik maakte wel muziek. Ik wist nog niet wat ik moest doen. Maar, bro, het is heel Vlaanderen. Zeg maar, als je muziek maakt, kan je net zo goed geen muziek maken. Maar wanneer was voor jou het moment dan dat het de eerste keer lukte voor je gevoel? 2016. Morrokesh. Met Ismo. Ik, ik vond mezelf nooit goed genoeg voor iets. Zou ja. je wat ik bedoel? Dus nu was ik eindelijk goed. Nu waren er mensen die mij waardeerden. En in één keer kwam het. Hé, hey bro, die beat's niet normaal. Hé, hey bro, gek. Pap, pap, pa. Is die, die switch. Naar Frasie zijn, dat een bewuste keuze geweest? Ja, ik uh, werd niet meer gelukkig van muziek maken. Maar ik zeg een lelijke industrie. Hoe simpel is het nou om te begrijpen, zeg maar, dat jij dromen hebt en dat ik dromen heb. En als jij straks dicht, dichter bij je dromen bent dan ik, toch? Dan kan ik jou toch niet omlaag halen. Wat zijn dan dromen voor in de toekomst? Acteren sinds kort, ja, sinds kort. Dus dat, uh, nog niemand weet dat. Dus ik ga het even primeren bij. Vind je het goed? Yes, we zijn weer back. Een nieuwe episode van Live Dreamers met meneer van Wie is deze beat? Yes, a.k.a. Frasie. Welkom bij Live Dreamers. Leuk om er te zijn. Yes. Hoe zit je erin vandaag? Heerlijk. <laughs> lekker volle maag. <laughs> Jij yeah. ook. Ja dus man. We gaan uh, lekker uh, stinken tegen de mic. Ja, <laughs> ja man. Hey, Mike, ik zeg je eerlijk, ik heb zin in deze episode. Ja, ik ook man, ik ook. Want, we uh, hebben elkaar al leren kennen nu, toch? Een beetje. Ja. van, hey, hallo. Ja, want, de wat de misschien veel gasten niet weten, is veel van die gasten die ik hier zie, ja. zie ik altijd voor de eerste keer zeg maar ja, ja, ja. en dan is het nog checken van oké okay, is die vibe daar of moet ja, ik een gast ja, spelen ja, <laughs> even, even aanvoelen toch ja, ja. Jammer, maar het voelt goed als het als het meteen klikt zeg maar. ja toch ja toch, maar dan, dan, dan loopt het gewoon organisch ja ja ja, ja. ik vraag elke gast van uh, waarom denk je dat je eigenlijk hier bij live bent omdat QC niet komt <laughs> <laughs> ik had er wel gecheckt, hoor <laughs> En Nessim kon ook niet. En Tajula is al geweest. Dus uh, ja, ik, ik denk dat, uh, dat ik dan wel aan de beurt kom. Ja. <laughs> nee, ik weet niet. Ik weet ik, zeg maar, ik, uh, ik vind wel dat ik goed bezig ben. Ja. En dat ik misschien wel uh, soms interessante dingen te zeggen heb, maar uh -huh. het niet te vaak wil doen. Ja. Yeah. Zeg maar. En. Uh, je nu het antwoord? Of? Ja, eigenlijk wel. <laughs> ja. oh, eigenlijk wel. Ik dacht, ik moest raden. Nee, nee, nee. nee kijk, op. op. Oprecht en nu uh, zonder jokes. Yeah. Je zei eigenlijk net al van, is hij QC, QC. Yeah. Toen zei je Nesim, doen, En toen pas je zelf. Yeah, yeah. Ik vind dus dat jij echt onderschat wordt eigenlijk. Vind je dat? Ja man. Ik, en, en dan praat ik over de grote picture. Misschien is het niet voor je eigen gevoel zo. Maar ik vind dat je een grotere podium kan krijgen. Misschien heb je dat ook wel. Maar ik vind dat het groter kan. Um, dat vind ik ook. Alleen, ik de, doe, ik doe, dat moet ik wel harder mijn best doen. Ja, dat is op jou, man. Toch? Ja, ja. 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 Maar alsnog, ik, ik weet niet. Ik, uh, ik vind gewoon de, ik heb het gevoel, dat zit veel meer. Je bent veel harder dan dat je laat zien dat Dat beter hoor. Man. Man. Dus uh, daarom certified live streamer. Ja, toch? <laughs> voor de mensen die je niet kennen, ik heb een paar stellingen voor je. Snel antwoorden. Ja. En dan gaan we producer Frasi of entertainer bij Supergaande? Snel antwoorden. <laughs> <laughs> uh, 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 entertainer. Tigers of Morrokesh? Die fucked up, bro. Bro, Morrokesh was mijn binnenkomer, man. Maar Tigers was mijn afsluiter. <laughs> uh, Tigers. Ja? Tigers, ja. Comedy of muziek? Muziek. Je struggles delen door muziek of entertainment of je struggles in stilte overwinnen? Dat laatste. De laatste vraag is open vraag, dus je kan gewoon je hoeft niet snel te reageren. Heb je, je dromen van vroeger waargemaakt? Ja, ja. ja, nog niet allemaal, maar ja, wel heel uh, ik denk 70 Ja, ja. En uh, wat, waren die, wat waren die? dromen? Uh, sowieso uh, een van de grootste muzikanten zijn in wat ik doe, uh, mist... een van de bekendste ook van, de, van de muzikanten. Ik wilde gewoon graag voor uh, tv-dingetjes doen, ook op muziekgebied. Uh, ik wilde graag voor de grootste artiesten geproduceerd hebben. Wat ik ook gedaan heb. Uh, ik wilde vrij leven. In ver uh, vergeleken met hoe ik destijds leefde. En dat is me gewoon gelukt. Dus in, in een zekere zin, ja, ik leef vrij, bro. Zeg maar, ik kan. Ik kan me niet voorstellen hoe mijn leven eruit zou zien als ik daar niet achteraan was gegaan. Mm -hmm. Snap je? Want hoe zag je Libby eruit? Want je zegt van uh, vroeger zag het heel anders. Ja. Hoe zag die Libby er toen uit? Hè? Nou ja, voordat ik dus alles heb gezet op, op wat ik nu aan het doen ben, toch? Um, werkte ik in een fabriek, maakte ik autostoelen. Nachtdienst, elke dag. Nachtdienst. Oh ja. Twee jaar lang. <laughs> Nachtdienst. Yeah. Tot zes uur in de ochtend. En lopende banden, bro. Dus met je, met je, zonder handschoenen, heb je dus zo'n frame. Zo, voor, voor Volvo was dit. Heb je zo'n frame, toch? Van, van je stoel. Die is van ijzer, toch? Zwaar. En kapot scherp. Dus soms gleed het uit en dan lag, lagen bijna je vingers. Nooit. Bro, we hebben gewoon mensen gehad die hun hele vingers kwijt ja? waren. Eén, hey, maar sowieso. Dat, zweten, toch? Je bent aan het zweten En die frame glijdt uit je handen en gewoon schrak, Gewoon twee vingers loesoek. Oh. Ja, hey, die mensen die in fabrieken werken. Ja. Hey, het is ander werk, man. Je moet anders gebouwd zijn ja, ook man. daarvoor. Ja, bro. De eerste drie maanden werd ik zo wakker. <laughs> bro, met kramp. Ik, ja? ik lieg niet. Ik lieg niet gewoon met ja? kramp. Ik moest wakker worden. Moest ik uh, warm water doen. Mm -hmm. En dan gewoon mijn handen zeg maar, eronder houden. Yeah. Totdat ze weer soepel werden, zeg maar. De eerste uh -huh. drie maanden, ik moest er echt aan wennen. Yeah. En uh, daarna was ik er heel erg aan gewend. Mm -hmm. Dus uh, je moest dus binnen 58 seconden moest je, je zetel maken. Dus niet de rug, maar echt de zetel alleen, toch? Dan heb je dus je frame, dan heb je die moes, oh nee, sorry, frame, je stoelverwarming, die moes, toch? En dan uh, uh, leder of stof, mm -hmm. zeg maar. Maar dat is allemaal los van elkaar. Dus ja. dan doe je eerst je, je, pakt als, je legt je frame op, een, op je station, zeg maar. Mm -hmm. En dan heb je je moes en je bekleding. En je bekleding die. of je klikt hem met je blote handen. en dat doet pijn hè. dat doet echt. de eerste drie maanden ga je kapot. en het lukt ook maar niet zeg maar. en. Uh, en of met zo'n schietpistool. Het lag er een beetje aan welke. was het nou de Volvo XC-70 of de V-40. weet je. lijkt het alsof was het je de... nog steeds daar werkt. Ja, nou, <laughs> ik, als ik nu mijn ogen dicht doe. ik weet nog precies hoe het moet zeg ja. maar. en dit is al onderhand. 12 jaar geleden man. Ja. Zo, het is al 12 jaar geleden. lijp ik me oud. Ja. Maar in ieder geval. Um, dat klikken dat was vooral extra pijn ook, toch? Klik, 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 klik. En dan moet je je moes op je frame zetten. En nu begint het allermoeilijkste. Het moet over, het is misschien zo'n afstand, hè? Zo'n afstand. Je moet uh, zo'n kliksysteem aan, aan je frame zetten, zeg maar, van, van je, je leder of whatever. Even. En broer is leren, broer. Het is niet dat je zegt, het is rekbaar. <laughs> snap je wat ik bedoel? Ja, 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 ja. Dus dat is ook weer pijnlijk. Alles met blote handen. En dat moet binnen 58 seconden, want het is lopende band, Want je volgende zetel komt alweer, snap ja, je? Man. Maar als dit allemaal binnen drie maanden gebeurde. Hoe lang heb je daar ongeveer gewerkt? Twee jaar, bijna. Wat heeft, zeg maar, hoe heb je dat volgehouden dan? Ja. Uh, uiteindelijk, kijk, voordat ik daar naartoe, uh, naartoe ging... Was ik op zoek naar werk, maar ik kreeg maar, maar geen werk. Ik was iets van zeven, acht maanden werkloos. Was uh, gestopt met school ook. Ik had niet voor twee diploma gehad. Ik vond het prima, je weet toch. Ik dacht, ik ga wel werken, maar ik kom maar nergens aan de bak in Nederland. Dus ik ging naar België solliciteren. Ja? En ik kreeg gelijk werk, zeg maar. Want ik woonde ook daar in de buurt. Oh, ik kom okay. uit zuid vlaanderen zeg maar. Oké, okay, cool. Dus uh, via een uh, uitzendbureau kwam ik daar terecht. En... Uh, dus ik had, ik had wel wat schulden al opgebouwd. Toch ja, maar niet veel. Mijn telefoon, mijn CZ, weet je hoe noem je dat? Je ja, levensverzekering, bla bla bla. Dus wel wat. Snap je? Ik moest echt werk hebben. En dat betaalde goed. Want in België kijken ze niet naar leeftijd. Snap je? Je ja, ja, ja. verdient evenveel als 19-jarige als die guy die 40 is, zeg maar. Dus je wordt gewoon echt betaald voor je werk. Dus uh, dat, dat was wel een leuk loontje hoor. Ik kreeg iets van 2300 euro netto, zeg maar daar zo. Fucking chill. Maar had je die June echt nodig? Want wat was er anders gebeurd, denk je? Want ja, die Een be beetje schuldig toch? Ja, maar ik was 19, bro. Ik deed mm. niks met mijn leven. Ik wist ook niet echt. Ik, ik maakte wel muziek, maar ik, ik wist nog niet wat ik moest doen. Maar bro, ik het is heel Vlaanderen. Zeg maar, als je muziek maakt, kan je net zo goed geen muziek maken. Zeg maar. <laughs> ja. Snap je ook in die tijd? Yeah. Was zeg maar Randstad, was Hollywood. Snap je? Iedereen die daar vandaan kwam, woonde in Hollywood. En het gebeurde daar allemaal. En het was gewoon te vergrepen op dat, op dat moment toch? Maar als, als, je, als je zeg maar die 18, 19 bent en zo en je ja. woont in uh, Zeels-Vlaanderen, waren je dromen op dat moment van: dit, dit is te ver, of had je wel het gevoel van: ah, ik, ik heb misschien wel de mogelijkheid om het te laten lukken? Het was sowieso te ver. Mm -hmm. dat was en, uh, ik dacht wel van: hey, dit is wel echt te hoog gegrepen, maar tegelijkertijd wilde ik het niet loslaten, snap je? Dus als ik klaar was met werken, dan ging ik alsnog gewoon even even een studiotje pakken of wat dan ook gewoon toch iets doen of thuis beats maken, whatever, snap je? Maar je kon het gewoon niet meer zo vaak doen als toen je nog alleen op school zat, snap je? Maar ik had het geld wel nodig, het geld wel nodig toen ik, want ik moest werk hebben, snap je? Ik moest even mijn schulden wegwerken. Het was misschien een paar duizend euro, duizend, tweeduizend euro, snap je? Maar ze moesten weg. En, uh, ja, omdat, maar, het, en, omdat het, ja, sorry, dat ik, omdat het jouw leven is, zeg maar. Met, ik wil even stilstaan bij schulden, omdat. Ja. Je hebt dit al verwerkt, toch? Dus het is zo gebeurd. Maar ik denk, er zijn sowieso meerdere nu uh, van 18, 19... die misschien nu in schulden zitten, yeah, zeg maar. yeah. En ik heb zelf nooit in schulden gezeten. Mm. Maar ik weet, geldproblemen, dat is, dat is echt hoofdpijn. Zeker. Zeg maar, hoe, hoe was dat voor jou dan? En misschien was het 2000 of 3000 euro. En dat, nu denk je misschien van, dat is niks, man. Ja, bro, zeg maar, als 18, 19-jarige heb je niet echt schulden, vind ik. Zeg maar, je nee, kan er niet. ook beter mee omgaan. Je moet dus schulden hebben als je, als je vader bent. Ja, omdat je verantwoordelijkheid misschien. Ja, je ja. eigen osso, met vrouw, kinderen. Als je dan schulden hebt, is het anders. Dan ervaar je het anders. Het is ook maar hoe je het ervaart. Als ik, als ik, want ik heb ook schulden gehad als vader, zijnde. Dus Snap wat ik bedoel? Als man, zijnde, als hoofd van het huis. Als ik dat vergelijk met de schulden die ik had, bijvoorbeeld, in, toen ik 18, 19 was. Dat is niks. Ik, ik streste me daar dan niet heel erg om, weet je, dan uh, vergeleken met uh, de laatste keer dat ik schuld had, snap je wat ik bedoel? En dan is het een groot verschil, geen 2000, snap je wat ik bedoel? Dan is het een hoger bedrag, zeg maar, die je in één keer moet terugbetalen of whatever of iets, snap je? Dan dus denk ik van shit. Dus uh, ja, toen was het meer een nood. Je bent jong, je hebt wat monies nodig om je verzekeringen te betalen en je sigaretten te kopen, whatever, je weet toch, yeah, is yeah, yeah. chillen. Uh, en als jij straks 40 bent en je hebt hetzelfde, dan denk je van, oh shit, ik moet wel echt aan money komen nu. Snap je wat ik bedoel? Dus dat is op zich wel een heel groot verschil. Dus ja, tuurlijk. de 18-19-jarige, bro. Tenzij je echt een ton schuld hebt of 50 doezoe zeg maar, als 18-19-jarige. Nee. Ja, bro, dat mag je. Ja, het is de tijd van nu, hè? Ik kan gewoon. Kan, ja zeker. Maar alsnog, en dan nog heb je fucking veel tijd, zeg maar, en vrijheid om er wat aan te doen. Snap je? Stel je voor, je hebt kinderen. Dan heb je niet de tijd om na te denken van oké, okay, hoe ga ik dit, hoe ga ik ervoor zorgen dat ik dit weghaal, snap je wat ik bedoel? Je moet gewoon doen, elke kans die je krijgt moet je gelijk pakken, zeg maar. Terwijl als 18-jarige denk je van oké, okay, als ik nu gewoon even een maandje of twee gewoon even op zoek ga, iets nieuws ga opstarten, papapap. je hebt de vrijheid bijvoorbeeld, snap je? Maar dat is dan wel globaliserend hoor, want er zijn ook heel veel 18-jarigen die wonen niet meer thuis, snap je? Maar op een gegeven moment heb jij het laten lukken, toch? Die, die schuld heb je zeker, laten wegwerken. Uh, en je ging beats tikken in je, in ja. je studiotje. Ja. Zeg maar, uh, je hebt dan, hoe zag je omgeving eruit? Was je gewoon met matties die ook beats aan het tikken waren? Of? Ik was met één mattie die rapte. En de andere mattie die, uh, die was uh, op BNN University aan het kanalen op dat moment. Als ik het goed heb. Of was, dat was misschien een jaartje daarna. Nee, dat was een jaartje daarna. Ging hij, en uh, dat is Nessim. Oh echt? Ja, ja, ja. Toen Ja, man. Oh praten we over 2012 of zo. Ja. Yeah. Als hey, ik het goed heb, 2013. Ik wist niet dat jullie zo lang wayback gingen. Ja, man. Ik ken hem al sinds mijn dertiende, man. Ja. We, ma we begonnen eerst met muziek maken samen, Nessim en ik. We gingen samen rappen. We waren een duootje, zeg maar. Ja? Weet je? ja, ja. Ook met naam of niet? Nee. <laughs> nee. Zeker niet. Maar uh, het was wel leuk. Ja, weet je? Want het, uh, je begint ergens, toch? We maakten altijd samen treks. En dan had ik nog een vriend waar ik ook treks mee maakte. En, uh, en zodoende is het, zeg maar, is Nessim toen naar de Randstad gegaan. Toen zei ik al tegen hem, ik zei, bro, wat de fuck doe je? Zeg maar, hoe ga je alles betalen? Je weet toch? Want je moet beseffen, ik, ik, heb, ik heb mijn werk, toch? En hij was net klaar met school. En hij zegt, ja man, ik ga naar Rotterdam. Ik zeg, wat de fuck ga je in Rotterdam doen? Ja, je weet toch, hij zei van... Uh, ik, ga, ik ga een beetje studeren, maar ik wil eigenlijk gewoon wat van mijn leven maken, zeg maar. In media of muziek, whatever, iets, zeg maar. Ik wil daar gewoon zijn, want daar mm. zijn de kansen, je weet toch. Ik zeg bro, je bent gek, man. Je weet toch, zeg maar. Wie zegt dat het gaat lukken, snap je? Mm. Want dat wordt jou ook altijd verteld. Terwijl, yeah, yeah, yeah. ik ben zo'n dromer als hij. Want wij waren altijd de twee dromers van, van iedereen, snap je wat ik bedoel? Wij geloofden er zodanig hard in, zeg maar... Dat we ook altijd de risico's namen ervoor, snap je? Maar op een duur was ik was ook zeg maar... Het lijkt nu al dat je hem tegenhield. Zeg maar. Ja, nee ja. maar gewoon in de zin van, ik heb mijn werk en ik heb mijn stabiliteit daarin ja, 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 ja. gevonden, maar... Het, het leek alsof ik bijna niet meer durfde te dromen. Ik was bijna meegesleurd door het systeem. Mm, terwijl ja, ja. dat nooit het geval was, snap je? Ja. Ik was altijd daar tegen van. Ik wil niet in de fabriek gaan werken of ik wil niet... Uh, doorgaan tot mijn niveau 4. Want de school was voor mij was het niks. Ik vond het echt niks. Het was niet zo dat ik een dommerd was, maar ik vond het oprecht niet leuk. Snap je? Ik haalde gewoon mijn cijfers en ik deed gewoon wat ik moest doen, maar het was niet leuk. Snap je? En uh, dat lag mij, uh, door mij als karakter, zeg maar. Ik kon het ook niet hebben als een leraar zo. Of als jij niet, als leraar niet met mij kon omgaan, had ik zo'n hekel <laughs> aan jou, jongen. Want Ga nou niet zo doen alsof je een of ander dictator bent. Yeah, weet je, die... yeah, yeah, yeah. Ik heb mijn huiswerk niet gemaakt, toch? Mm -hmm. Kijk me gewoon aan met een teleurgestelde blik en laat me met rust. Yeah, yeah, maar yeah, yeah. ga mij niet preken waar iedereen bij is alsof wij in het leger zitten. Snap <laughs> dus wat ik bedoel? Yeah, 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 yeah. Dan ga ik juist tegengas geven. Mm -hmm. Zo was ik. Yeah. Um, ik. Ik miste altijd een beetje het menselijke tussen de, mij en de leraren. Zeg yeah. maar. Sommige leraren waren er uh -huh. heel goed in hoor. Die, uh, daar was ik echt goed mee. Yeah. En toen werd je opeens meegeslepen door ja, eigenlijk dat systeem? Eigenlijk in het systeem, zeg ja, maar. Man. Van iedereen, dat was ook normaal daar, snap je? Dat is ja. nog steeds normaal zo. En dat is de normale gang van zaken ook, mm -hmm. toch? Voor iedereen in Nederland. Ja. Dat is niet alleen zo in Ceausescu. Wat ook oké okay is, hè? Als dat jouw way of living is. Dan ja, dan... man. Ja, man. Dus toen ging hij. En uh, binnen no time stopte hij met school en ging hij meedoen aan BNN University. En uh, ik uh, sprak toen een collega van mij echt gewoon een keer echt helemaal goed met elkaar gingen we praten en toen zei ik van hoe uh, lang werk je hier al? Hij zegt 30 jaar. Bij die June van uh, ja, waar ik dag. werk. Ja ja, ja, ja. Zeg, 30 jaar. Ik zeg maar heb je ook gewoon echt aan? Hij zegt nee 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 gewoon hier. Gewoon hier dit, deze zetel toch maak ik al 30 jaar. Bro, ik kreeg het warm. Ik dacht nee over 30 jaar. Wil ik hier nooit van mijn leven zijn? Snap je? Ik krijg maar zes minuten pauze. Daarna werk ik weer vier uur verder en krijg ik pauze van twaalf minuten. Daarna werk ik weer vier uur verder en dan pas mag ik naar huis. Ik heb maar achttien minuten pauze op een dag. Dat is geen vrijheid. Hij heeft dat dertig jaar zo al. Dat is fucked up. Je weet toch? Ik, zou, ja, ja, ja. ik dacht van nee. Sorry. Dan liever. Let toen begreep ik die Get Rich or Die Trying van. 50 cent, nou fuck it, dan ga ik maar dood. Maar 30 jaar? Ja, 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 ja. Liever één fucking goed jaar. En ik heb alles kunnen doen wat ik wilde. En ik heb mijn vrijheid gehad. Dan 30 jaar opgesloten als een muis. Bro. Ja, ja. Ik zweer het je. Je zag ook misschien die confrontatie van. Dit is dus mijn libi. Ik... ik zag mezelf over 30 ja, jaar. Ja, man. Nee, maar fuck dat. Maar dat is gek. Met die zetel. Ja, toch? Ja, toch. Nee, man. Je, je... Nee, dit gaat te ver. Snap je? Yeah. Dat gaat te ver. Kijk. Dus en school was al niks voor me. En dit is al niks voor me. Dan moet ik nu wel alles op alles zetten om zeg maar, wat met mijn muziek te doen. Je weet toch? Dus uiteindelijk ging ik ook die kant op, zeg maar, Randstad. Denk je, denk je dat die move van Nesim, dat hij zeg maar wel zijn eigen dromen aan het, mm. het najagen was, cruciaal was geweest, om, om, zodat jij dat ook zag en ging Zeker, doen, zeg maar. Zeker te weten. Kijk. Uh, je moet geïnspireerd raken door, door, door mensen om je heen. Als dat niet lukt, dan ben je met de verkeerde mensen, je weet toch? Dus als niemand om jou heen jou kan inspireren om iets te doen, dan... Moet wat je uh, misschien wel je matties gaan loesen, man? Of is dat niet... Uh... Dat is het geval geweest. Ja. Ik, heb, ik heb ook veel matties moeten loesen, ja. ja. Klinkt lelijk. Ja. Zo, ik heb ze moeten loesen, je weet toch? Maar ja. het is meer gewoon van... Je bent uit elkaar gegroeid. Ja. Visies zijn veranderd. Dat is de HBO-antwoord. Ja. <laughs> Klopt. Ja, ja. Het, we groeiden uit elkaar. Als, uh, twee wildvreemden op dit moment. Ja. Ja, maar dat kan. Ik weet, ik, uh, ik, ik ben, uh, over twee dagen ben ik 25. Mm. Proficiat. En ik weet, thanks. En ik weet nog wel dat ik, uh, denk ik, twee jaar geleden zo, mm -hmm. drie jaar geleden, toen uh, ik kom ik eigenlijk uit een dorp, toen ben ik naar de grote stad gegaan. En die werelden waren voor mij heel anders, zeg maar. Mm -hmm. En ik struggelde ook met van uh, die beide werelden en dan vrienden van... Welk dorp? Uh, hello. Oh shit, dat is een boerendorp. Ja, ja, ja. Hé, hey, wel goed. Shout-out naar Heiloo. Shout-out naar out hello man. Ja, Opposit. Oh, ik hoor je. Alleen, uh, ja, ik heb daar best wel veel moeite mee gehad. Omdat het is die... Je day one's moet je nu opeens gaan zeggen van... Ja, hoe ga ik... je dat überhaupt zeggen, zeg maar? Maar dat, dat gaat, kijk, dat, in, in elk geval, geval gaat het anders toch? Dus je hebt bijvoorbeeld, het, gaat, het is ook niet dat je ze op een dag opbelt en zegt: Hé, hey, ik ga je loes houden. <laughs> ik voel me uitgegroeid. Yeah, yeah, yeah. <laughs> <Zeg maar. laughs> Weet je, dat, zo werkt dat ook niet. Ja. Dus, je, gaat, je gaat het proberen met elkaar, mm -hmm. toch? Yeah. De ene is helemaal andere dingen aan het doen, de ander is hele andere dingen aan het doen. Je wordt ouder, toch? En op het duur merk je dat er botsingen ontstaan. Dus uh, in mijn geval, dan ben ik bezig met iets, iets te creëren, iets te ontwikkelen. Ik heb, ik heb iets in handen, je weet toch op dat moment. En ik probeer dat uit te bouwen. En daar zit heel veel werk in, er zit heel veel stress in, er zit heel veel sacrifice in, je weet toch? Want je bent aan het werk, maar je weet niet of het uitbetaald gaat worden. Maar je, hebt wel, je bent wel al met één stap binnen. Je ja, wat ik en je voelt al: van, het kan <coughs> lukken. Kan, wel, nu, je... nu ben ja. ik echt dichtbij, dus ik moet knallen, knallen, ja. knallen. Dus al je tijd gaat daar naartoe. En dan heel snel kan het zijn dat diezelfde vrienden zich achtergelaten voelen. En dat is jammer. Maar als het gebeurt, dan is het wel even goede vrienden. Maar we kunnen niet meer op dezelfde level zijn. Snap mm -hmm. je wat ik bedoel? Yeah, yeah. In de zin van dan begrijpen we elkaar niet meer. Snap je? Yeah. En als je elkaar niet meer kan begrijpen, dan is het ook nog moeilijk om met elkaar te. Te chillen überhaupt, want hoe simpel is het nou om te begrijpen, zeg maar, dat jij dromen hebt en dat ik dromen heb? En als jij straks dicht, dichter bij je dromen bent dan ik, toch, dan kan ik jou toch niet omlaag halen of terughalen. Dat zou ook niet goed zijn voor mij. Dus als jij bijvoorbeeld in een euforie bent, in een euforische staat, zo zeg je het toch. HBO-antwoord, hè? HBO-antwoord. <laughs> Een euforische staat. Als <laughs> alle planeten opeen rij staan, dan... <laughs> ja. Weet je, als je in zo'n euforische staat bent, dan... dan uh... Je kan niet dan weten. ben je er al zonder ja. dat je er bent. Snap je? In ja, je hoofd man. van... Oké, okay, nu? Ik ben er al. Ja, ja, ja. Daar waar ik wil zijn... Ik ben daar al. Ik ben aan het knallen. Ik ben, het ja, gaat man. goed. Weet je? Het is een bepaalde honger... Die, je kan het ook niet... Ja. Dat is een honger die je alleen kan voelen. Je kan Juist. Het niet, je kan het niet uitleggen. Juist. Juist. In mijn geval heb ik... Uh, zijn er mensen ook geweest... Die dan bijvoorbeeld zeggen van... Yo. Je bent er helemaal nog niet. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik, ik ken jou Zeg maar, je loopt nog steeds op die afgetrapte pata's, dus doe rustig. Zo wat ik bedoel. Ja, ja, ja. En aan de ene kant kan je dat zien als iemand die je probeert te handelen. maar aan de andere kant kan je dat ook zien als dat iemand jou omlaag probeert te trekken. Ja. En hoe zag jij het? Als dat tweede. En ik zou het ook geloven als hij mij nu zou zeggen, hey, dat was het eerste. Dat zou ik nu geloven. Ja, dat zou ik nu geloven. Maar aan de andere kant weet ik te veel. Om dat nog te geloven. Zou je wat ik bedoel? Ja, ja. Dus het is een, nog steeds is dat voor mij een, een, een soort van strijd, zeg maar, die ik met mezelf voer. Dat ik denk van. Maar is het nu achteraf dat je er dus zo over nadenkt: van het is het tweede? Of had je, had je dat ook in het Vanaf moment? Vanaf het moment, ja. ja. Vanaf het moment dacht ik al: van oké. Okay. En dan moet je bepaalde. En, en, en dan zijn het meerdere mensen. Ik bedoel? En dan begin je aan jezelf te twijfelen: van, ben ik het echt? Ja, ja. Vooral die. Vooral ja. Als het meerdere mensen zijn. Zou, dan, 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 dan moeten ze misschien wel gelijk hebben. Ja. Maar nu ben ik op een level dat ik denk: van nee, je hebt twee werelden. Je hebt een wereld vol met dromen, dromers. En je hebt een wereld vol met mensen die hun dromen waarmaken. Een dromer is niet hetzelfde als degene die zijn droom aan het waarmaken is. Want een dromer, pff, mijn vader is 70, waarschijnlijk droomt hij nog steeds over dingen die hij wil doen. Snap je wat ik bedoel? Maar hij kan ze niet meer uitvoeren van de leeftijd, dit, dat, papa, pap, snap je? Of uh, hoe je bent opgegroeid, uh, wat je omgeving was. En Dat is allemaal belangrijk. Voor mij was het van: ik wilde al op een vrij jonge leeftijd, en Nessie ook bijvoorbeeld. Mezelf daarvan lostrekken. En dat is moeilijk. Dat is echt moeilijk. Want het, het, het is echt geen bullshit. Wat zoveel mensen, bro, zeggen gewoon ook. Van, ja, weet je, als je gaat. dan zal je altijd. Ja. <coughs> gaan mensen aan je shirt trekken. Snap je? Van ja, doe normaal, doe normaal. Die. Ik ben blij dat ik niet heb geluisterd. Ja. En soms is het. Kijk, soms is, soms is het ook uit bescherming. Van je weet toch? van... Bijvoorbeeld, ja. Bijvoorbeeld ouders die denken van beter de veilige route... Klopt. dan dat je een route gaat kiezen die we allemaal niet Klopt. kennen. <laughs> Klopt. Nee, maar mijn vader heeft me gewoon gesport hierin. Ja? Hij heeft uh, nooit gezegd van, doe het niet. Dat vind ik je... wel hard, man. Ja. Want je was ook uh, opgegroeid in het ACC, zeg Klopt. je net. Ja. En ja. dan vind ik jij uh, iemand met migratieachtergrond... die dan zegt van, yo... Ga ervoor. Ik weet niet waar je naartoe wilt. Nou, hij zei niet per se ga ervoor. Oh. Hij zei gewoon: ja, boeit me niet. Oh. <laughs> hey, papa, ik heb een uh, talentenjaar uh, talent uh, talent uh, gewonnen. Ja, <laughs> schot. Yeah, 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 yeah. hey. Nee, hij was, uh, hij was, hij was uh, hij is gewoon trots dat het wel gelukt is. Snap je? Ja. Hij, hij, natuurlijk maakt hij zich zorgen. Uh -huh. Om het feit dat ik zo ingesteld ben. En misschien maakt hij zich nog steeds zorgen. Want weet je, morgen kan alles uh, weg zijn. Snap je? Ja. Dus, uh, maar, uh, sorry, om even terug te komen nog. Hè. Je had die dromers en die mensen die hun dromen waarmaken. En die dromers kunnen soms gewoon boos worden op de mensen die hun dromen proberen waar te maken. Want het is toch wel een stukje dat je denkt van, tsk, hij doet het wel. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Yes. En ik heb genoeg redenen gehad om het niet te doen. Echt veel meer redenen gehad om niet mijn dromen proberen waar te maken dan... Redenen om het wel te doen. Want wat waren die redenen dan? Bro, je hebt familie. Je moet weg van je familie. Waar je dus samen naar Nederland bent gekomen. Je weet toch waar je. Je komt uit één ei, bij wijze van, snap je? Je hebt vrienden. Je hebt baanzekerheid. Dat had ik ook. Je, je hebt uh, een omgeving waar je bent opgegroeid, zeg maar. Jouw plekje, snap je? Mm -hmm. Waar je dood kan gaan, als het ware. Je kent elke hoekje van de straat daar. Maar je gaat verhuizen. Geen doekoe. Geen inkomen. Met alleen een droom op zak. Dat is ziek. Ja. Dat is ziek. Ja, zo uit, en wat is, wat is dan uh, je voordeel? Als het lukt, dan ben je, een van de, ben je de 1 of 2 procent waarvan het is gelukt. Hè? Want vergis je niet. In Nederland met muziek. Ik ga nu puur over muziek praten. Van de producers is er maar een handjevol die er geld mee verdient. En we maken wel grap over dat ik drie jaar geleden mijn laatste hit heb gemaakt. Maar van alle hits die ik heb gemaakt, tot de dag van vandaag verdien ik daar geld mee. Gewoon een jaarloon. Snap je wat ik bedoel? Gewoon van wat ik al heb gemaakt. Laat staan, als ik nu morgen besluit weer iets te gaan maken, dan levert het me nog meer geld op. Van. Maar het ja, ja, ja. draait hier niet om geld, maar wel zekerheid. Ja, man. Ik heb een bepaalde zekerheid voor me gebouwd. Ja. En legacy achtergelaten En legacy achtergelaten ook. Dus... Dat is de, wat voor voordeel is dat eigenlijk? Ja, man. Snap je wat ik bedoel? Ja, om dan te gaan. Dat is eigenlijk helemaal ja, geen goede voordeel. Maar het gekke en er zijn te veel nadelen om te gaan. Snap je? Ja, het gekke is ook hoe je het, hoe je het nu zo uitlegt. Wat de realiteit is van... Je hebt niks, alleen een droom op zak. Ja. Ik weet niet of jij dat ook had. Maar het kan zijn dat hoe jij het voelde... Die droom was genoeg. Ja, man. Die ja, man. was genoeg om... om om te weten van het komt goed zeg Het ja. enige wat ik dacht bro is van. Dus jij wil mij zeggen. Ik ben op deze aarde gezet. Ik ben hier gezet. Om 30 jaar in zo'n fabriek te werken. Dat is mijn taak voor, 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 voor de mensheid. Daarvoor ben ik geboren. Rot op, echt niet. Echt niet. Misschien jij en jij en jij. Maar ik niet. Zo ja. wat ik bedoel. Nou, misschien moet je jezelf wat belangrijker achten... Mm -hmm. Om je dromen waar te maken. Ja, man, wees de main character in je eigen leven toch? Mijn leven is een film, mijn broer. Ik ben, ja. ik ben nog steeds aan het kijken. Wat gaat er gebeuren? Ja, ja, ik heb apps ja. gehad, ik heb downs gehad, ik heb weer apps gehad. Ja. Zo wat ik bedoel? Ja, maar. gek, oké. Okay. Dus wat gaat er nu gebeuren? Mm -hmm. Ik had een keer zo'n post gezien. Facebook instaat iets. Je weet toch, die social bla. Ja, ja, en, ja. Um, stond er ook in. Nee, het was niet zo. Het was die uh, ene chappie die met zijn fucking grote kaak, die Amerikaan. Die je altijd die seminars doet voor, wat ik wil, 20.000 dollar. En dan mag je een seminar mee. Uh, mee uh, Tony Robbins. Tony Robbins, ja. ja. ja, ja, ja hij ja, ja. zegt, bro, hij zegt... Ik was echt, echt even in een slechte periode, zeg maar. Echt in het dip, echt een paar jaar geleden. Mm -hmm. En hij, uh, hij zei van... Als jij in zo'n dip zit, toch? Je moet jouw leven als een film zien. Toch? Mm -hmm. Je ziet, die gast is aan het struggelen, Die main character. Altijd, gewoon bij elke film. De man is aan het struggelen. Noem bijvoorbeeld Pursuit of Happiness. Toch? Oh, ja, 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 De man is aan het stroken. Alles gaat slecht, alles is puin, Je weet, poep op zijn gezicht. Iedereen. Alles gaat slecht, je weet toch? Yeah. Hij zegt van, maar er komt een punt in die film toch dat het in één keer lukt. Mm -hmm. Hij zegt van, zo moet je je leven zien. Ga gewoon door totdat dat moment komt dat het wel lukt. Ja, man. En dat vind ik echt fucking hard. Ja. En dan vanaf het moment dat het lukt, pak het door. Want er komt nog een tweede deel van die film. En <laughs> ja, <waar> die <laughs> ja, maar die zeg maar gek, is, ja. je weet toch? Maar wanneer was voor jou het moment dan dat het de eerste keer lukte voor je gevoel? Uh, 2016, Morrokesh met Ismo. Ja. Ja. Even helemaal aan de begin ik, vroeg je Tigers of Morrokesh. Je weet, is is, is, is ja. een taaie vraag. Ja. Ik zei uh, Tigers. Ja. Uiteindelijk wel. En uh, hoezo was dit zeg maar... Uh, je gevoel dat het lukte zeg maar Marokkes. van Ismo toch ja, ja want ik had daarvoor had ik ik denk twee jaar daarvoor of een jaar daarvoor had ik waar ik morgen ben van Lijpen gedaan ja ja ja, ja. Uh, ja ik zeg je eerlijk ik zag een een uh, on uh, één bar sessie hitmakers volgens mij heet yeah, het yeah. ik zag je daar yeah. Je hebt echt een glow up gehad yeah. <laughs> <laughs> Mijn vrouw vindt het ook. <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> en ik ook, hoor. Darin, <laughs> ja, ja, yeah, ja. Yeah. Ik zag eruit alsof ik fresh uit de het kwam. Man. Ja, uh. man. What the fuck. Maar uh, ja, klopt, klopt. En uh, dat was dus voor uh, waar ik morgen ben. Yeah. Uh, maar door, van, door die track, zeg maar, kwam ik in contact ook met Ismo. Want ja, dat waren natuurlijk vrienden van elkaar. Uh, toen zei hij van, yo, uh, kunnen we een keer een... Uh, of ik checkte hem of hij checkte hem. Volgens mij, hij en mij, want in die, die tijd beats waren schaars ook, je weet toch? Hij zei van: hey, kan je misschien ook wat voor mij uh, produceren? Ik zeg ja jazeker. Papapap. En toen pas echt een jaar later of twee jaar later, pas gingen we met elkaar de studio in, snap je? Toen had ik wat en toen stuurde ik het naar hem op. Ik had een refreintje, zeg maar, op die beat van Morroquois. Yeah. Ik zeg: yo bro, wil je hier een first op doen? Want ik probeerde ook nog te rappen, je weet toch? Nee, ja, ja, ja. Dus Zij reageert, hij, zegt, uh, hij belt mij, hij zegt bro. Hij zegt: Je weet toch, die beat die je me stuurde voor die first, hij zegt, kan je die niet gewoon aan mij geven? Hij zegt ja, maar ik wil jou op een featuring. Hij zegt ja, weet ik? Hij zegt maar, ik wil deze beat. <laughs> je weet toch? Ja. En wat ga je dan op dat moment doen? Ga je je ego, zeg maar, de overhand laten nemen of ga je zeggen, weet je wat? Misschien is het ook beter dat hij die tune pakt. Mm -hmm. Want hij was ook, zeg maar, als artiest veel groter op dat moment. Ja. Eenmans was geweest, weet je. Al die had heel yeah. veel hype te pakken. Want je wou hem als featuring en dan jezelf hoop Of een andere. Ja, actie... ja, nee. Ik zeg okay. maar het refrein en misschien een first en dan hij een first en dan was het mijn trek. Je okay, weet toch? Oké, ja, ja. Maar hij zei: nou dus Zeg maar, ik, ik, had, uh, ik had Bangladesh. Mm -hmm. Zo heette die. <laughs> <Zo>, Naar Bangladesh. <laughs> ik zeg <zweer> het je. Zij <laughs> ja? dus zegt: Bro, luister. Hij zegt: Van. Uh, doe. Doe het weg haal, uh, en, en tape even voor mij Marrakesh in. Je weet toch? Dus, ik, ik deed Marrakesh. Ik heb nog ergens een versie van uh, Marrakesh, zeg maar. Je weet toch? Misschien ergens in mijn mail. En uh, dat ik zeg nou, Marrakesh. Alleen dat hoorde. je. <laughs> dus voor de rest alleen B, toch? Maar ik, ik noemde hem uh, Marrakesh met de C-A-S-H, toch? Ah, van yeah, yeah, yeah. Yeah. En toen zei hij van... Hé hey bro niet Marrakesh, maar Morocco. Mm hm Ze van: "Oh ja, dat is ook gek." Mm. Ze "Ja, hij zei van ik kom volgende week." Ik zeg: "Is cool." Kwam hij en dan dat opgenomen. En dat was ook mijn eerste gouden plaat, ja. snap je? En mijn eerste platina plaat. Mm -hmm. Dus dat ging heel snel allemaal. Dus hij hij dropt alleen een trailer en zijn trailer ging viraal. Ja? Want wat Want hoe wat hij... was Ismo in die tijd. Ik ik, ik fok met Ismo, maar ik, ik check checkte niet zo tunes of zo. Mm -hmm. Zeg maar was hij toen al, al lang bezig. Hij was aan, wat? hij was aan ja? op dat moment. Ja ja. Dit was, dit was ismo op zijn piek, hè? praten okay. we over. Dit yeah, is echt yeah. ismo, piek ismo, zeg maar. Yeah. Maar was het dan moeilijk <laughs> voor jou om je ego aan de kant te zetten voor iemand die gewoon al, hij is al die man, zeg maar? Ja, ja maar aan de andere kant wist ik wel mezelf weg te cijferen. Want aan het einde van de dag is, moet je dat ook kunnen. Of, weet je, als, als je successen wilt behalen, moet je weten van kan ik dit of kan hij dit? Snap je wat ik bedoel? Dus op het uur begreep ik gewoon, ik begreep ook gewoon gelijk van hij, hij moet dit gewoon doen, en niet ik. Snap je? Ik kan hier niet mee wegkomen. En je, je zegt net zelf, ik heb een glow up gehad. Dat was de <laughs> frase. Snap wat ik bedoel? Ja. Die frasie kon Cash niet, niet aan. Snap ja. je wat ik bedoel? Ja. Um, dus hij, hij deed het gewoon en bro, hij dropte een ding van 7 seconden of zo, een trailer, mm. of 10 seconden. En dan maar twee seconden wanneer die drop net komt. En mensen werden helemaal lijf. Ja. Je weet je toch? Mensen werden heel, gewoon vol gespamd. Ja. Toen ging het als een speer ook. Ja? Het ging echt, vanaf dat moment ging het. Want toen was die uitgebracht. En toen kwamen in één keer de aanvragen binnen. Snap je? Van, uh, vanuit Avalon. Want shout out naar die boys van Avalon. Want die gasten die, die hebben mij ook gelijk gecheckt als eerste. Je weet toch? Avalon, First Man. Uh, moet ik geen namen vergeten. Keizer natuurlijk ook. Je weet ja. toch? Gewoon de hele game. eigenlijk. Ja man. Die, die kwamen. Uh, uh, Keizer net daarvoor nog. Weet je. Dan kwam ja. ik in contact via Jimmy Tan moet je ook misschien een keer spreken echt interessante gozer wie is dat dan? Uh, Jimmy Tan hij heeft, uh, hij heeft Nindo uh, vroeger uh, oh, was echt? van hem met uh, Nega oké okay. en daarna was hij jarenlang volgens mij nog steeds actief als manager bij Spec oké okay, dus hij was, uiteindelijk was hij ook twee jaar lang mijn manager echt een toffe gozer maar weet ook heel veel van de game zeg maar en uh, hij was dus degene die mij dan met Keizer in contact bracht, weet je, om een sessie te doen. Dat was nog voor Morrokesh. Hij was die connect. zeg maar. Hij was die connect, ja. En ja. uiteindelijk had hij mij ook binnengehaald bij Spec. Dus toen uh, was hij dus twee jaar lang mijn manager daar. Ik wil nog even snel terug op dat, dat ja. eerste moment. Ja, ik kan veel lullen, ja, dan. Ja, weet dat, dat die eerste moment, die, die, dat nummer gaat kwijt. Ja. Alleen, zeg maar, je beschreef net, je had geen doeken zat, je ja. had een droom. Ja. Je bent gegaan en het ja. is nu gelukt, ja. Ja. zeg maar. Wat dacht je op dat moment toen het ging, zeg maar? Ik was vooral trots op mezelf, man. Voor het eerst in mijn leven kon ik echt trots zijn op mezelf. Mm -hmm. Snap je die? Yeah. Ja. Dus heel jarenlang opfokken op school. Je hoort elk jaar weer van, je gaat net over. Maar je doet het echt niet goed. Je gaat net over, maar je, jou, jouw houding klopt niet. En dit klopt niet en dat klopt niet. Ik was niet goed genoeg om een profvoetballer te worden. Ik kon niet heel goed tekenen. Ik was niet, uh, weet je... Uh, wat kon ik nou wel? Yeah, yeah. Dus voor het eerst in mijn leven kon ik nou echt trots zijn op iets wat ik had kunnen yeah, doen. Ja, al wel? die mensen die die meningen over je vonden. <coughs> Los dat, daarvan, ja. zeg maar. Ik, ik vond mezelf nooit goed genoeg voor iets. Snap yeah. je wat ik bedoel? Dus nu was ik eindelijk goed. Nu waren er mensen die mij waardeerden. Er zijn genoeg mensen die mij daarvoor spraken. Dat ik zei van, luister, ik hoef het geld niet eens. Ik wil gewoon waardering en erkenning voor wat ik doe. Snap je wat ik bedoel? Yeah. En in één keer kwam het. Hé hey bro, die is niet normaal. Hey bro, gek, pap, pap, pap. Dit is echt mijn tune. Dat, 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 dat. En ik kreeg die aandacht. Kreeg ik eindelijk. Oh, van een beetje aandacht. Nee, 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 maar dat was tof, want ik kreeg eindelijk die erkenning. Dus tuurlijk ga je op een, op een wolkje, weet je, op een roze wolk noemen ze dat toch? Ja, yeah, ja, yeah. Tuurlijk ben je daar, snap je? En het voelt eindelijk een keer goed, want ja, mag het. Snap je? Van, <laughs> ja, ja, hallo. Shit, ik, heb ook, ik heb ook lelijke shit meegemaakt in mijn leven. Ja. Dus dit is fijn, snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Laat mij. Laat mij in mijn waarde. En dan komen we terug op wanneer mensen het proberen terug te trekken. Dat ik denk van, ja, fuck. Laat me tenminste trots zijn op mezelf. Laat mij een beetje narcistisch zijn. Iedereen doet het wanneer ze iets bereiken. Als ik er niemand pijn mee doe, maar alleen mezelf daarmee zeg maar, omhoog kan tillen. Dan is dat toch goed. In de zekere zin. Dus ja, het was heerlijk. Het was heerlijk en nog steeds. Want ik heb daarna een nog grotere boost gehad als het gaat om... Als frazie zijnde, snap je wat ik bedoel, los van pro produceren. Mm -hmm. Maar dan komen we misschien later. Uh... Ja, 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 ja. <laughs> ik laat ja, ja. dat aan jou. Over. Ja, man. Maar uh, het voelde heerlijk, man, bro. En Morrokes was. En, uh, toevallig had ik gisteren nog een sessie met Ismo. En hadden we het erover. Toen zei ik tegen hem: Ik zei van. Uh, Morrokes, ik, en, ik, en ik, ik heb het hem vaker gezegd, maar gisteren ik kwam er echt op neer. Ik zei van: Luister, al had jij mij 5000 euro betaald voor een beat, voor die beat. Had ik achteraf gezien toch liever dat jij mij. Uh... En da nee, sorry, zal ik het zo zeggen. Had ik 5000 gevraagd, toch? Voor, voor die beat. En jij had gezegd nee. En dat was het dan. Je weet toch. Achteraf gezien, gelukkig heb ik dat nooit gedaan. Dat ik nooit echt heel veel geld ervoor heb gevraagd. Want ja, in die tijd was het ook van, oké, okay, we gaan kijken of we er nog, of we er überhaupt in inkomsten mee kunnen genereren. Zeg ik tegen hem, ik ben blij dat we het gewoon minimaal hebben gehouden met elkaar, zodat dit van de grond kon komen. Want dit, heeft, dit was de Big Bang voor mijn carrière. Morrokes. Dat zo zie ik het ook. Dat was echt de Big Bang. Snap je wat ik bedoel? Uh, hij zegt, ja, tof om te horen, zegt hij, weet je. Hij zei van, dat vind ik heel tof. Ik zeg, ja, maar dat is echt zo. Ik zeg, ik, ik heb een hengel gekregen in plaats van vis. Snap je? Ik, zeg, ik, ik ben jou daar ook dankbaar voor. Ik zeg, Want als jij gewoon je first had gedaan voor mij, bij wijze van of uh, whatever, dan was dit nooit gebeurd voor mij. Ja, en je moet je beseffen, wat jij zegt, hij was die man, hè? Ja, bro. Hij was die man. Ik weet niet hoe, of, of jij al, als dit, als dit pas je startschot was, ja. was jij waarschijnlijk ook nobody. <laughs> ja. Ik had, wat ik zeg, ik had alleen waar ik morgen ben en niemand wist dat. Ja. Niemand wist dat ik die had gemaakt. Snap je? Dus ik was inderdaad de nobody, snap je? Ja. Dus dit was echt, echt goed voor mij. En ik, uh, ik, ik ben geen enkel moment zeg maar, schaam ik me ervoor of whatever, dat ik op een roze wolkje zat. Want mm -hmm. iedereen mag trots zijn. Als niet, geef jezelf die flowers gewoon, fuck it bro. Als jij iets goeds hebt gedaan, als jij iets hards hebt gedaan, als jij iets game changing hebt gedaan. Want we vergeten ook niet, dat toen de tijd, dan praten we hier over 2015, 16 had je mokro rappers toch? Yeah. Maar ze pakten geen shows. Heel weinig. Echt heel weinig. Want er was geen commercie. Snap je wat ik bedoel? Er zat geen commercie in. Net als bijvoorbeeld een broederliefde. Mm -hmm. Want toen ik die Beat van Morroquois maakte, zei mijn toenmalige manager zei toen: Nee, bro, je moet een beetje die broederliefde vibe maken. <laughs> yeah. Dit is een beetje te Arabisch en een beetje yeah, te. Dat, dat, dat. Ik, zei, nee, man, ik vind het hard. Yeah. En Ismo, die zei: Is cool, laten we dit doen. Vanuit daar, bro, heeft MokroRap een Hele nieuwe betekenis gekregen hè? was het niet alleen boze rappen, toen kon je in één keer summer tunes maken, snap je? Ja, 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 ja. dus er was een hele beweging uit voortgekomen. Ja, man. Ik, dat vergeet ik ook ja. niet. Maar was dat dan ook uh, zeg maar jouw beat, die die mokro Dat was wel een tijdje mijn ding, ja, maar dan wel de, de commerci het commerciële randje ja, 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 ervan, ja, ja, ja. snap je? Ja, man. dus uh, als je naar Mark, het gaat, is niet even... per se mokro beat. het is meer dat Midden-Oosterse. Ja. Het is dat Midden-Oosterse sound gewoon eigenlijk. Waarom dacht ik dat het zou werken? Omdat lean-on, toch? Blow a fire a gun. we need somebody the lean on. Ja, dat is al een beetje dat Midden-Oosterse feeling. Toen ik van, ja, maar als het op internationaal niveau kan... dan kan het toch ook in Nederland, je weet toch? En toen, want ik heb dat als referentiepunt gebruikt... om Morocco's te maken. Dan op een gegeven moment gaat het... Je hebt die kickstart, toch? Ja. Alleen... Was je al ready voor die kickstart? Want soms kan het zijn, je weet niet wanneer, die, wanneer het moment gaat komen. Soms hoop je dat moment nee. te komen, komen ze niet. En soms komen ze waarvan je het niet had verwacht misschien. Um, nu, komt die, nu komt dat moment voor jou. Ja, ik was er ready voor. Ja, ja? Zeker, ja. 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 Want hoe, hoe ging het daarna? Daarna was het een en al sessies doen, man. Ja? Je moet beseffen, ik had geen laptop. Hè. Ik had een desktopcomputer. <laughs> Zo groot. Uh -huh. Zo dit. Zo'n scherm, toetsenbord, muis en kabels. Zo'n big shopper tas. Als je de oude dingen kijkt, oude vlogs van QC, zie je mij dat nog showen. Ja? Hè? Ik zweer het je. En ik woonde toen even een tijdje in Limburg okay. bij mijn broer. Dus als ik een sessie had, hier zo in Duivendrecht, met de Avalon bijvoorbeeld, uh -huh. alles in die big shopper tas, op mijn rug zouden, trein instappen, toch? Uh -huh. Richting Avalon. richting Duivendrecht, hier zo. Van Limburg, bro. Maastricht tot. Hier. Dat is vier uur misschien reizen met zo'n big shopper tas. Kom ik daaruit, helemaal bezweet en moe? Laten we een sessie doen. Yeah. <coughs> Elke dag van mijn leven, bro. Yeah. Dat was ziek. Maar liever dat dan dertig jaar in de fabriek. Yeah. En strijden, want ik had er nog steeds geen doeken, maar ik had wel een morrokesje op zak. Mm -hmm. En toen, denk paar maanden later, toen besloot ik, om te, uh, besloot ik om deze kant op te komen wonen, snap je? Van oké, okay, nu heb ik wat sessies, ik heb wat netwerk opgebouwd en nu ga ik hier wonen en knallen, snap wat ik bedoel? Want op een deur gaat het ook gewoon niet meer, weet je? En toen, uh, toen ik eenmaal hier woonde, nog steeds met die Big Shopper, Dat had ja. ik een beetje echt, want je gaat niet gelijk money verdienen. Hè? Dat, nee, nee, nee. Dat duurt me, minimaal een jaar, zeg maar, totdat je money gaat verdienen. Ook al heb je, er, ook al heb je 50 hits gemaakt in een jaar. Ze gaan niet gelijk uitbetalen. Dat, is, dat moet altijd geld genereren voordat het ja. in je zakken kan. Terugkijkend uh, nu op die periode. Wat is uh, wat je had willen horen voor jezelf na die hit? Hoe bedoel je? Als in, je, had, je, had nu, je hebt nu die periode toch. Je bent naar Amsterdam gemoved. Je zegt net, uh, je gaat een jaartje sowieso niks verdienen. Mm -hmm. Alleen als je gewoon gretig bent, dan kan het ook zijn van... Oké, okay, maar fuck it. Hoezo... hoezo zo verdien ik nu niks dan? Nee, ik begreep het wel. Ja? Ik begreep okay. wel dat het, uh, dat het... dat werd me al verteld van... Hey, je gaat niet gelijk money verdienen. Okay, je gaat cool. wel wat verdienen, maar... Ja, ja, ja. ja want je had natuurlijk <coughs> trouwens Avalon die je coachte. Ja, ja, ja Oké, okay, ja. cool. Die boys ja. hebben me veel geleerd, man. Ja. En ze hebben me echt veel, veel sessies gegund ook. En... Ja. Dan is mijn vraag van... wat heeft Avalon jou meegegeven... wat heel veel waarde heeft gehad in die periode? Voor een boy die. Eigenlijk hebben oh, ze mij kijken. op het verkeerde voet gezet. On, on, niet dat ze dat wilden. Maar eigenlijk, uit de goede plek, hebben ze mij op het verkeerde voet gezet. Want dat zijn zulke goede gasten. Dan praat ik over uh, Jay. Dan mm -hmm. praat ik over uh, Redou. En over Anwar. Deze drie gasten hebben mij vanaf dag één. geweldig behandeld. Echt geweldig behandeld. Jaren later. Besef ik me zo goed dat dat dit misschien een van de weinigen... Dit zijn een van de weinigen die zo met je omgaan. In de, in de, in de wereld. In deze oh, nee. wereld. Snap je wat ik bedoel? Ja. Want de rest is vies. De rest, ja. Want wat wa de rest probeert wat alleen wat bij je te halen. Snap je wat ik bedoel? Ja, en dit was dan oprecht. Zij hadden mij gewoon... Zij, ja. zij boden mij dingen aan. Terwijl ik, naar mijn gevoel, niet... Iets als tegenprestatie kon leveren bij ze. Snap je wat ik bedoel? Yeah, yeah. Ze geven mij al die sessies. En ik denk bij mezelf van... Nu, vooral achteraf, denk ik van... Wat vet eigenlijk. Wat tof. Wat goed eigenlijk van ze. Dat ze dat deden al zo vroeg. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Dus uh, zij zijn wel echt... Nog steeds zie je dat. Dat ze gewoon voor jonge mensen... Op een coming zijn ze gewoon heel erg... Ze gunnen je. Snap je ja, wat maar, ik bedoel? De letterlijke be uh, definitie ja, man. van gunnen. Ja man, letterlijk ja, gewoon. En ja. ze hebben het nooit zo gebracht alsof ze mij gunden. Uh, dus, ik ben ze voor altijd dankbaar voor de, 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 de tijden dat ik daar mocht doorbrengen. Snap wat ik bedoel? En tegelijkertijd nog meer dankbaar dat ik denk van... Hey, <tie> ik besef me heel goed, zeg maar, nu hoe zo'n industrie in elkaar zit. Hoeveel vieze mensen er zijn, snap je? Of kunnen zijn. En dat zij best wel eigenlijk een van de weinigen zijn... die, die, die wel gewoon met hun voeten op de grond zijn gewoon, en denken van... Hé, hey, jij bent een toffe kerel, weet je? Van... Wanneer jij wilt, mag je gebruik maken van onze studio. Ja, en, maar hoezo Laat. hadden ze je dan op het verkeerde spoor gezet? Nou, dat bedoel ik. Dus van, zij waren dus zo goed voor, voor mij, yeah. dat ik dacht dat oh, heel de wereld zo, zo was. Ja, 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 dat van, ja, ja, ja. Oh, maar dit is een geweldige ja, industrie. Ja, je, je kwam erachter van: nee, man, dit. dit Snap je? Uh, ja, ja, ja. ja, ja. Van, oh, dit, dit is geweldig. Ja, ja, ja. Als iedereen zo is, dan ja, is top. Mm -hmm. Maar Eigenlijk had je hun misschien als laatst moeten hebben. Ja, of niet, want dan denk ja, dat denk je dat... weet ik niet. Ja. Nee, <laughs> want je hoort wel verhalen van... Hey, ja. industrie is smerig en dit en dat... ...en dan kom je deze gasten tegen... ...en dan denk ik vooral wat een topgozer is, weet ja. je. Die, eh... Uh, ...die, die, die... De, oh, ik denk, misschien is iedereen wel gewoon zo, weet je. Misschien is het wel wat minder erg... ...dan dat iedereen zegt allemaal en dit en dat. Ja. Dat ik dan, en wat ik zeg, dus onbedoeld hebben ze mij misschien... ...op het op verkeerde voet gezet van... ...dat ik dan naïef in bepaalde situaties ging. Snap je wat ik bedoel? Dat ik dacht van, oh, die zullen misschien zijn als hun. Mm -hmm. Gewoon automatisch denk ja, je dat. Maar snap ik je? weet niet of het echt op hun is dan. Dat is niet op hun. Yeah, dat is niet yeah, op yeah. hun. Dat is, zo bedoel ja, ik jouw... het ook niet. <laughs> ik, daarom zeg ik ook onbedoeld, want <laughs> yeah. zij zijn gewoon wie zij zijn. Snap yeah. je? En dat zijn gewoon goede mensen. Maar door hoe ik, je moet beseffen, dit is mijn eerste contact met yeah, Hollywood, met dit, hè? Ja, yeah, ja. Yeah. Snap je? Dat ik dan denk van, wow, dat is zo, iedereen is zo. Snap je mm -hmm. wat ik bedoel? Dat, dat is niet aan hun. Dat, dat yes, <laughs> begrijp ik ook wel, yeah, snap yeah. je? Maar hoe ben je er dan achter gekomen van... Uh, want je zegt net van, ja, de rest is eigenlijk... Ze spelen alleen maar spelletjes met je. Ja, nee, niet allemaal. Hè. Niet ook, ook, allemaal, ja, maar ja, wel veel. veel. Ja, het ja. Is, maar maar wat, wat zijn voorbeelden daarvan dan? Zeg maar, wat jij hebt meegemaakt. Onderbetaald worden. Um, vooral dat... ...kleine puntjes in het contract van... ...oh ja, nee, maar eigenlijk hoort het zo... ...en dit is zo en weet je... ...ik heb dus recht op dat. En in één keer... Uh, ...vervallen de broers ...de broers en de neefs en de... ...je weet toch? Dan is het in één keer... ...ja, maar contractueel... <laughs> ja, ...hoor ik te krijgen... ...hoor ik wat van jou taart te krijgen. Contractueel... ...dan is het dan is geen bro meer, dan is geen neef meer... ...dan is geen broer meer, snap je wat ik bedoel? Ja. Yeah. En met Avalon heb ik vaak genoeg gewerkt en contracten ondertekenen nog nooit, nog nooit wat van hun gehoord. Zo ik doen. Mm -hmm. En ook wel meerdere partijen hoor, waar ik gewoon echt goede relaties mee heb. Maar er zijn echt genoeg partijen dat ik denk van ja, check mij niet. En uh, weet je, dat is voor, voor niemand een, een los dan. Mm -hmm. Voor mij niet, voor hun niet. Snap je? Ja. Dus ja, als ik nou echt een echt een uh... Ja, ik wil ook niet over mensen gaan praten, is ja, wat, ik. wat ik bedoel. Maar er was wel een moment dat ik dacht van, wauw. Uh, ik dacht dat ik jou kon vertrouwen met mijn geld. Of, of met mijn carrière, zeg maar. Ja, maar hoe, ka hoe kan ik dat? Dus nu, ik, ben, ik, ik, heb, ik heb een hit gescoord. Mm -hmm. Tigers is mijn hit. Ja, toch? Mijn eerste. Dat is mijn hit, vind. <laughs> <laughs> yeah. uh, Sommige, hoe heet het, uh, labels in dit geval checken me. Ja. Uh, hoe kan ik voorkomen dat ik niet ditzelfde verhaal ga vertellen? Of, of moest het gewoon zo zijn? Ja, kan je niet, bro. Dat Kan je niet voorkomen. Want iedere situatie is anders. Mm -hmm. Als iemand jou straks. Stel je voor, je, hebt, je staat min 1200 in je G rood staan. Mm -hmm. Je weet toch? Ik denk vaak. Ik kan nog acht barken in het rood. En daarna ben ik blut. <laughs> er komt, en ik weet dat er niks gaat komen. Je weet toch? Yeah, yeah. Einde van de maand. En in één keer zegt iemand tegen hij, ja, luister dan. Ik, uh, geef jou 1200 voor, uh, voor deze beat bij wijze van, toch? Mm -hmm. Dan ga jij ja zeggen. Ja, yeah, waarschijnlijk wel. Ja. Jij gaat ja zeggen. Yeah. Wie is dan fucked up? Degene die akkoord gaat met de deal of degene die jou die deal aanbiedt? Allebei, mm -hmm. in de zekere zin. Dus dat achteraf gezien, natuurlijk kan je zeggen van, weet je, van net als mijn geval, jij ja, onderbetaalt voor bepaalde dingen, snap je? Maar aan de andere kant kan je ook tegen jezelf zeggen, wat ik dus ook doe, anders zou mijn leven leidend zijn, hè? zou dit leidend zijn voor mij, dat is het gelukkig niet. Ja. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen van ja, maar ja, weet je, ik ben ook akkoord gegaan met dit, zeg maar, met deze voorwaarden. Ja. Dit, dit vond ik op dat moment, vond ik dat het beste voor mij. Mm -hmm. Dan is dat wat het is. Maar uiteindelijk heb je het toch laten lukken, dus maak toch niet veel Daarom, daarom. Want van wie is deze beat? Ik ja, ja, ja. <laughs> had het er net over met ja. het team hierachter. Van, wat was het? 2016 zei je tot 2019 dat dat die periode was. Ja, dat was wel mijn uh, piek. Wow. Ja. Um, en toen zei ik tegen jou omdat Robbie hier ook langs was geweest, ja. die zei van, uh, die had verteld van een tag van een producer bij een, bij een tune van een artiest. Ja. No way. En toen zei hij van, ik heb, uh, ik heb echt me, ik heb een keer echt mijn best ja. mee moeten doen. Ja, bij Boef. Ja, ja, ja. Dat heb ik je niet verteld. Wil je het horen? Ik wil het horen. Oké, okay, dus. Boef checkt me. Hij zegt: Ik wil een beat. Heb uh -huh. je wat beats? Kan je wat mailen? Ik ben, ik, ik ben eigenlijk klaar met mijn album. Slaaptekort was dat. Hij zegt: Maar als je nog wat voor me hebt, zou leuk zijn. ik zeg: Ja, prima, weet je. Dus uh, ik ben aan de slag en ik denk: Weet je wat, ik ga een Moroccas-achtige beat ook voor hem maken. weet je. Uh -huh. Dus ik stuur dat op. Hij zegt tegen mij: Bro, dit is hem. Dit, dit vind ik hard. Het rijk, toch? Bapapapapapap. Bap, bap. Ik denk, een maandje voordat ze album dropt, dan belt hij mij en zegt... Bro, kan jij die tag weghalen? Ik vind alles goed, <laughs> maar kan jij die tag weghalen? Want ik heb geen tags op mijn album. Mm -hmm. Of zoiets. Zoiets zei hij. In die zin van kan je het gewoon weghalen, te de reden ervoor. Je weet toch? Zei ik tegen hem nogmaals. Maar ik weet, ik heb dit nodig. Snap je? Dit is boef. Snap je? Ik, maar ik wist nog niet, zeg maar, hoe groot het slaaptekort zou worden. Yeah, 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 yeah. Als ik dat wist, had ik misschien wat <laughs> beter op mijn tellen gepast. <laughs> je weet <het? laughs> Maar zeg maar, ik zeg: norman bro. Je weet toch? Ik zeg: Van uh, uh, mijn tag moet er wel echt in, man. Mijn tag gaat overal, hij moet erin. Gewoon mm -hmm. Want ik was echt op mijn. Ik, nee, 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 nee. nee niet contact, oh, okay. Dit is nog voor contracten. Je oh, weet toch. Okay, hij ja. heeft gewoon een pokoe opgenomen op mijn beat. Oké. Okay. En hij zegt: Bro, ik heb alles opgenomen, alleen ik wil die tag weg hebben. Snap je? Ja, ja, ja. ja. En. Voordat hij het dan uitbrengt, dan komen er de contracten als iedereen okay, eentje, ja. snap je? Ja. Hij zegt, maar ik wil die tag weg hebben, snap je? Hij zegt van uh, het staat ook te hard en uh, het is gewoon vervelend. Haal het weg. En ja. zij of klopt het gewoon niet. Ja, toch? Dus nee. ik zeg: nee, bro, dat kan niet. Ik kan hem niet weghalen, bro. Hij zegt, Kan je hem dan tenminste zachter zetten? Oh nee, nee. Sorry. Toen zei hij, oké, okay, dan ga ik het bespreken met manager. Mm -hmm. Ik denk, fuck, hij gaat het bespreken. Hij gaat, <laughs> ja. ik, ga, ik, ga het, ik ga het album niet redden. Je weet toch? Ja, ja. Eén keer uh, hij komt terug, hij zegt: bro, oké. Okay. Je mag, het, je mag hem erop laten zetten, er, erop Nee, sorry, nog één ding. Hij zegt tegen mij: die tag moet weg, bro. Ik zeg: Bro, die tag is mijn bro. Dit is mijn, is mijn brand, je weet ja, toch? Ja, ja, ja. Ik zeg: Die moet erop. Hij zegt: Ja, nee, ik weet niet, man. Hij kan echt niet. Pup, pup, pup. Ik zeg: Oké. Okay. Als ik die tag eraf haal, dan mag jij, als ik geen van wie is deze beat erop mag zetten. Dan mag jij geen gewoon boefman zeggen op die tune. <laughs> ja, je weet ja, toch? Je ik zeg, dat is toch krom? <laughs> ja, ik zeg, dat is ja, ja. toch krom? Zeg ik zo tegen hem. Ja, ja. Hij begint te lachen, toch? Hij zegt, ja, <laughs> jawel. Hij zegt, weet je wat? Ik ga het bespreken, zegt hij zo. <laughs> ja. Dus dat was wel een beetje lachen. Dat was niet zo heel serieus aan het luisteren. Hé, maar je komt wel Ja. Uit, maar, <laughs> maar, maar. als je onderhandelt, <laughs> ja. jij maakt het opeens heel realistisch. Ja, ja, ja. Ja, ja maar, het... Dus toen kwam hij echt. Twee dagen terug en zei hij: oké, okay, weet je wat, maar kan je hem zachter zetten? dan? Ik zeg, ja, tuurlijk geen probleem. Mm -hmm. En toen heb ik gewoon expres niks meer laten horen van mezelf. <laughs> <laughs> en, en toen kwam die tune gewoon uit. je weet ja. toch? het? Ze zijn speed. heel <laughs> ja. hard, zeg maar. <laughs> yeah, yeah, yeah. Dus uh, ja, soms moet je. Soms. Soms moet je wel gewoon je mannetje staan. Daar, ja, man. je weet toch. Ik begrijp ook dat hij natuurlijk die tag op dat moment weg wilde hebben. Ja. Yeah. Want hij heeft ja. ook een bepaalde. Ja, dus het is, juist, zijn, -product, juist, het is ja. zijn tune die hij gaat ja. uitbrengen. Mm -hmm. Maar uh, ik ben blij dat hij zeg maar, ook een beetje de ondernemer in mij zag. Zijn je mm -hmm. wat ik bedoel? Ja, van hé, hey, deze chap wil gewoon zijn branding uh, yeah. eruit gooien. En hij wil dat via mij doen. Yeah. Ja, top. En je het, weet is, het is gelukt ook. Want, zwaar. Uh, zwaar van is vanuit deze... daar was van wie is deze beat echt helemaal ontploft, zeg maar. Die tag. Toen, toen was het wel echt een brand vanaf Slapertrike. Ja, yeah. ja. zeker. Van wie is deze beat? Ik weet nog wel van dat. Zeg maar. en, en wat je net zei, vond ik ook sterk. Je zei van, uh, uh, het is hard wanneer mensen moeten zoeken naar wie je bent. Zeg ja, maar. Toch, ja, toch. Toen dacht ik, want toen je zei van, wie, van wie is deze beat? Je zegt helemaal geen fratie nee, of, nee. of, of iets anders. En ik dacht, wauw. Ja. Zou je jezelf ook omschrijven als een soort marketing kijk -like? Ja, man. Ja, ja man. Want ik was, ik, ik was heel erg bezig met uh, marketing voor mezelf, zeg maar. Mm. Van, oké. Okay, ik zei het je ook, ik zeg van, ik wil niet mijn tag doen als hoe iedereen het doet. Gewoon mijn naam zeggen. dat zeg maar, dat, dat, dat is niet... Praprazi, zeg maar, wack, dat wil ik niet noemen, maar het is wel wat ik je zeg. Iedereen gaat links, ik wil rechts. Ja, It's Oh my god, I love this beat. Is that crazy? Yeah. Zeg maar, die nee, je weet toch, zeg maar... Maar de mensen die kwamen dan in de studio en luisterden dan onze tracks... ...en dan zeiden ze de hele tijd van wie is deze beat dan? Wie heeft dit gemaakt? Dan moest ik elke keer zeggen, ja, is voor mij, is van mij, is van mij, mij. Dan dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon van wie is deze beat? Gewoon dat. Ik neem het op. Hmm. voortaan is dat mijn take. Omdat dat altijd wordt gevraagd, je weet toch? En ik vond het ook wel grappig op zich. Van hé, hey, het is wel... Je moet je eigenlijk, eigenlijk voorstellen, van de eerste keer dat je het hoort dat je denkt van hé, hey, wat the fuck? Je weet ja, het? Ja, ja, ja. Wat grappig. Of wat, 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 wat vreemd. Ja, maar het was anders gewoon. Ja, toch? En ja. Dat, dat blijft dan toch veel meer hangen dan Frasi, zeg ja. maar. En dan staat er gewoon produce bij Frasie bij op YouTube. Dus dat moest er ook wel altijd. Ik, ik vond dat dat moest. Mm -hmm. Dus zet mij maar als produce bij Frasie erachter en mijn tag. Voor de rest biedt het voor jou. Snap je? Dus ja. ik heb ook heel vaak gewoon gratis beats gegeven aan boys. Snap je gewoon van luister. Mijn tag en mijn naam moet daarbij. Dus ik heb heel veel van mezelf moeten investeren. Dus als ik dan... Terwijl nu... Als nu een random guy naar me toe komt en hij zegt... Yo, ik wil een beat van jou kopen. zeg dus, ik, is goed. Dat is dit, uh, dit bedrag. Mm -hmm. dat, dat is geen probleem. Je kan naar me toe komen, snap je? Maar dan moet je het ook kunnen betalen. Ja, 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 ja. Dus goed, dat is goed, uh, dus, uh, dan moet je dit betalen. Oké, okay, oké, okay, maar dan, uh, dan zit je tag erin, toch? <laughs> nee, vriend. Dan betaal ja, ja, ja. je nog eens dat. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja, 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 ja. Want ik heb ingeleverd om... Die groter maken. Yeah. Dus ik heb bijna. Het Rijk was, bij wijze van, naar mijn mening. Bijna ging het, ging het uh, zijn album niet halen. Omdat ik er zo erg op stond dat het erop moest staan. Dus als, als jij het gek vindt dat ik Doekoe reken. Alleen maar om met dat zinnetje <laughs> wat ik zeg van die tag, toch? Ja, er zit hele geschiedenis er zit achter. Geschiedenis achter, bro. Ik heb ingeleverd <laughs> om, om dat daar te krijgen. Dus ja. als jij ermee wilt gaan lopen pronken op jouw op jou tune, betalen ja yeah. heel simpel als dat ja man heel simpel als dat is dope dat je ook gewoon je hebt een hele, hele brand eromheen kunnen je bent da eigenlijk het, het zeggen van je bent producer is bijna eigenlijk al te weinig ik hoor gewoon te zeggen je bent gewoon ondernemer <laughs> ja beetje beetje maar uh, ik of ik iets zei wel altijd so. <laughs> ik zei wel altijd branding is uiteindelijk belangrijker dan je talent ja dat is een feit wow, wow. wow. Laat me even nadenken. Bro, ik ken genoeg mensen met talent, bro. Ze werken fabriek, bro. Ze mm. werken fabriek, bro. Ik, en niks tegen fabriekwerk, ja, maar maar hoor. Als je het leuk vindt, moet je het doen. Dus nu, nu je kan jezelf branden. Maar ja. hetgeen wat je doet, is, is niet zo hard. Ja, dat kan gewoon. Wat, zijn er geen voorbeelden geweest de afgelopen jaren? Moet ik namen noemen? Ja. <laughs> ik wou gewoon tegen Ega, maar ik dacht af, wat ik zeg. Bro, zei. hoeveel <laughs> mensen lopen er nu rond die eigenlijk niet zo goed zijn <laughs> ja. in wat ze doen... ...maar ze maken serieuze carrière en money, ja, zeg maar, Ja, 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 ja. Nee, Te veel. Eens. Ja, man. Waarom? Want ze zijn heel goed in branding, bro. Ja. Je gaat me nu zeggen, uh, Nike is echt gek. <laughs> <laughs> dat is wat je me nu gaat zeggen. Bro, <laughs> jij draagt dit, ik draag dit, of dat branding, bro. Yeah. Ja, hard man. En, en uh, als, als we dan even kort over branding praten. Ja. Um, wat denk je, uh, dus van wie is deze beat? Is natuurlijk gewoon die zin, toch? Ja. Maar wat heb je daaromheen gedaan dan? Of was er alleen die zin al genoeg en die tech erin? Ik heb natuurlijk ook wel gewoon geïnvesteerd in, in mijn muziek zelf. Mm -hmm. Ik had 400 euro op mijn rekening. En ik dacht, weet je wat? Ik wil het uitgeven aan mijn muziek. Ik kijk op internet, ik zie een programma met allerlei geluidjes, instrumenten en weet ik veel wat allemaal. Weet je? Dus violen bijvoorbeeld. Niet dat ze al ingespeeld zijn, maar die kan je dan gebruiken om zelf wat te maken ervan, toch? Ja. Een plugin heet dat, een VST. Mm -hmm. En uh, die kostte 350 euro. En dan nog 50 euro, zo'n iLock USB, want daar moet die dan op. En dan mm -hmm. werkt die voor je. Met die geluiden heb ik Moroccash gemaakt, rijk. Uh, bijna elke tune die je kan horen van mij, heb ik met die programma gemaakt. Dus die, 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 die geluiden die mensen gelijk herkennen, wanneer je Moroccash aangooit van, oh, dat is Moroccash, oh, is rijk. oh, is dat, snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Dat komt allemaal daar vandaan. Van die laatste vier barken die ik had geïnvesteerd. Dus ook dat doe ik. Mijn eerste beat was Moroccas ...toen ik, toen ik die programma, dat programma had gekozen. Yeah, yeah. Dus dat was mijn eerste beat. En mijn zoveel tiende of twintigste beat was dan Slapen. Je weet hey, toch. Je speelt met risico's man. Bro, alles is een risico. Maar ja, wat doe je dan? Wat doe je dan? Ja. Had ik met die vier barken, zeg maar, pizza moeten bestellen, ...Geroes halen, ja, Red Bull. Dat is wat de meeste mensen zouden zeggen, ja. toch eigenlijk. Ja. Ja, fuck it, weet je. Dan, ja. dan uh, maand je toch geen Red Bull. Ja. We <laughs> hebben het nu voornamelijk eigenlijk gehad over pieken. Ja. We hebben het hier bij uh, Live streamers het Chocomel It's All Good moment. Ja. Uh, eigenlijk zeggen wij van... Uh, heel, veel, heel veel mensen willen perfect zijn, toch? Ik merk het soms ook hier met Live mm. streamers van... nee man, dit moet beter, dit moet beter, dit moet beter. Terwijl mm. echt de groei... en dat hebben we ook in het gesprek al gehad... zit hem in het imperfecties. Dus ja, lekker vallen, weer opstaan... Ja. je vier bakjes uitgeven, terwijl je nog... Uh, terwijl die rebel dan moet skippen. Ja, per se is. omdat je die beat wil. Mm. Vroeg aan jou van, wat is een moment die je hebt meegemaakt. waarvan je destijds echt, echt fucked op vond. Maar als we er nu over praten, kan je er echt om lachen. Dan gaan we hem eerst schudden. Oh ja. Oh, <laughs> dat ja, is ja. ik ga ja. Hem schudden. <laughs> uh, ik ga het gewoon zeggen, want het is op zich wel grappig. Ik, het <laughs> laatste vallig heb ik er uh, met hem nog over gelachen. Mm -hmm. Ik had. Uh, dit, dit is nog voor Morakis, hè? Ja. Uh, toen kwam Leipen elke dag bij mij in de studio. Mm -hmm. Ja, toch? Mm. Hij kwam elke dag bij mij langs in de studio. <laughs> Dit is ook gewoon Lijpe groot al. Snap je okay, wat? Ja. Hij was bezig met Levensles, zijn album. Ik denk dat wij iets van uh, 10, 11 pokoes hadden gemaakt samen. En ik zeg je, ja, hij, hij kwam elke dag naar Limburg. <laughs> <bureau>. Hij kwam <laughs> gewoon pokoes aan het maken. Elke dag was gezellig. Het was. We hadden echt lauwe tune's gemaakt ook. Ja, yeah. ja. Van waar komt hij eigenlijk? Utrecht. Oké, ja, ja. Dus nu, uh, ik word gebeld door Topnutch. Je weet toch? Niet Topnutch in het algemeen, maar gewoon iemand die voor Topnutch werkt en die mm -hmm. dan, dan de business uh, handelt. Yeah, yeah. je weet toch? En uh, hij, hij zei van, yo, je weet toch, zeg maar, er is één tune die wij echt willen hebben op zijn album. Mm -hmm. Ik zeg ja, oké, okay, lauw maar die andere tune's dan. Hij zegt, ja, weet ik niet. Maar die kunnen we voorlopig parkeren. Maar ik, Je moet beseffen, ik weet nog niks van die wereld. Yeah. Snap je? Dit is de mm. eerste keer dat ik er nu geld voor ga krijgen. Yeah. Iemand gaat nu met mij onderhandelen. <laughs> Money, je weet toch? Yeah, yeah, yeah. Hij zegt, ja, weet ik niet. Maar deze willen we nu. Je weet toch? Dus die gaat, daar wil je ook. We willen je er ook gewoon voor betalen, snap je? Want we gaan hem releasen. Yeah. En toen begreep ik nog niet van dat je wordt gewoon betaald als er iets release wordt. Voor de rest yeah. ben je gewoon creatief bezig. En Snap je wat ik bedoel? En dat kan altijd misschien nog gebruikt worden. Misschien tien jaar later, misschien vijftien jaar later. Mm -hmm. Je hebt dat gemaakt, snap je? Dat is nooit een verlies, dat is nooit een los. Ik zeg ja, maar ik wil gewoon betaald worden voor alle tiende tunes. ja, maar bro, hij zegt, zo werkt dat niet. Hij zegt want wij kunnen nu toch niet investeren in, in pokoes waar we geen money op gaan maken. Je weet wel, zeg maar, hoe, hoe, hoe gaan we dat doen dan? Snap mm -hmm. je? Hij zegt van dan gaan we gewoon voor tien tunes betalen. <laughs> ik zeg nou maar. Je betaalt hem nog gewoon voor die tune. <laughs> dus hij zegt: van... Bro, hij zegt van. Luister, hij gooit nog een paar barkies bovenop. Je weet toch voor die ene tune. Hij zegt: Bro, ik kan je dit betalen dan gewoon voor één tune. En ik was niemand. Je weet toch, ik vroeg, vroeg banku aan boys, zeg maar, voor beats. <laughs> Hun komen opeens met vier barkies. Je weet <lacht> toch? <lacht> ik, ik denk: Oh, wat is vier barkie voor een tune? Gek. Dus eindstand: uh, Ik dacht van, no man, ik moet mijn mannetje staan. En dat is wanneer het ook verkeerd kan gaan. Ik zeg van, of je betaalt me voor alle tune's of niks. Ze ja oké, dan niks, je weet toch? Aan de andere kant, dit was ook beter voor mij geweest om het wel te doen, zeg maar, en ik word betaald en, weet je, toen zeiden ze, ja oké, dan niet, je weet toch? Toen belde in mij ook, hij zeg, fuck her bro, hij zei, twee doezoes. Tja, je weet toch? Ik zei van... Uh, ja bro, ik moet ook eten. Wat? <laughs> <De mate. laughs> hij zei bro... Hij zei van... Ik wil die ene tjoe. En hij zei van... We gaan... We, we hebben de gekke plannen mee. De, je zit hier gewoon een stokje voor te steken. <laughs> ja, ja. Maar ik begreep het ook niet, snap je? Ik ja. begreep het echt niet. En er werd ja. ook van links en rechts verteld van... Oh man, je weet toch? Je, zei, man, je moet je mannetje staan. Je moet... Ze hebben ja. money. Je weet toch die? Mm -hmm. Maar het draait niet om... wat was mannetje eigenlijk. Snap je? Het was, design, je, ja. he? Dat was echt geen onderhandeling, <laughs> zeg maar. En... Uh, toen zeiden ze, oké, okay, ja, dan niet. Ik dacht, eh <laughs> Ik lach maar. Hè? <laughs> ja, maar zo gaat dat niet. <laughs> Normaal is ja. het van, oh, oh, shit, echt niet? Oh, hier heb je 10.000, je weet toch? Ja, 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 Pak ja. alles. Ja. Ik dacht, oh, shit, dus ik, ik heb helemaal geen poot om op te staan meer. Ja. Zeg maar. Ik ben fucked up. Ja. Het <laughs> is gewoon niet geworden. Ja. Dus nu dat uh, uh, Het was dat, zeg maar. Je weet toch? Ja ik oh, dacht fuck, opeens komt Levensles uit. Knalt als de malle. Ja, yeah, ja, yeah. Je weet het. En dat was die... Uh... En ik hoor hem gewoon zijn verses doen, yeah, yeah, die yeah. ik allemaal hoor. <laughs> die hij op mijn beats deed. Hij moest zijn dus, les meer dan natuurlijk op andere producties doen. Mm -hmm. Of nee, nee, het was uh, van die ene tune alleen had hij die verse dan gedaan. Uh, yeah. Maar dan op latere albums hoorde ik weer de teksten van toen, je weet toch? Oh shit, je weet toch? Ik, misschien heb ik daar wel wat gemist. Misschien is het nu wel klaar, want... Topnotch denk ik nu gewoon: van, dit is een moeilijke chappie, zeg maar. Hier gaan we niet meer mee werken. Dus ik ben klaar. Topnotch was ja, topnotch, je weet toch? Ik mm dacht: -hmm. fuck. Ik heb het opgefokt. Maar ook, en dat is nu wel iets waar ik kon kan lachen, zeg maar. Want ik heb natuurlijk ook nog sessies gedaan met Lijpen. We hebben nog wat tunes gemaakt samen. Ja. Yeah. En het is natuurlijk een hele andere leventje nu, snap je? Het is yeah, gewoon, yeah. ik begrijp heel goed hoe alles werkt nu. Lijpen, die begrijpen het al wat beter toch? Yeah. Maar voor mij, bro, Hollywood, kom aan mijn deur kloppen. Je weet toch, van, ze willen me geld geven, bro. Ze hebben money, bro, snap je? Ja. Yeah. Uh... Is, is je les daarin misschien geweest? Van, uh... Zeker te weten. En een goede les ook, maar ik yeah. dacht toen echt: van, shit, het is klaar nu, man. Zeg maar, ik kom daar niet meer terecht, zeg maar. Yeah. Maar nee, joh. <laughs> Tuurlijk wel. Yeah, <laughs> Tuurlijk yeah. wel. De lessie is eigenlijk gewoon van. Uh, weet ook waar je zelf staat. Zeg maar. Niet ja, dat Hollywood klopt, moet je gelijk. <laughs> Wat ik echt heb geleerd is. Vanaf dat moment is. Ken je waarde. En daaraan moet jij je prijs vaststellen. Yeah. Ga niet in andermans zakken kijken om te kijken hoeveel zij kwijt kunnen aan jou. Want dan heb jij geen waarde. Snap je? Mm -hmm. Dat is echt wat ik eruit heb geleerd. Want ja. ik dacht bij mezelf, dit is topnotch. Zij kunnen fucking veel money aan mij geven. Dus waarom krijg ik maar drie barkie? What the fuck is dat? Je weet toch? Ja. Houd je bek. Zeg maar, je bent voor fucking bankoes. Ben je beats aan het verkopen. Jullie gaat nu doen, je bent Dr. Dre. Hi <laughs> back, Werk. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Je krijgt en drie barkie. En heetste rapper van het moment wilt... Je hebt een kapot harde tune met hem. We, hebben, we hadden echt een harde tune. <laughs> Echt een harde tune. Ja. Yeah, yeah. Dat was de tune geweest van levensles. Dat durf ik mijn hand voor op de, door voor het uh, vuur te steken. Ja. Yeah. En je gaat nu lauwe boy zijn, een Schrootman. een man. Ja. Ja man. hé, proos man. Hey, proost, man. Ja, It's all good. Ja, <laughs> mm. ja man. Dan um, op een gegeven moment wordt je Frasie, toch? Ja. Yeah. Want uh, ik zei net tegen je van, ik denk, wat is het, 17, misschien 16, 16 tot met 18? Ja. Die, uh, ja, die weten nu niet dat je misschien beats maakt. Ja, maar dat je eigenlijk gewoon van supergaande bent. Klopt. Is die, die switch naar frasie zijn, mm -hmm. uh, is dat een bewuste keuze geweest? Ja. Ik uh, werd niet meer gelukkig van muziek maken, man. Dus uh, wat ik zeg, een lelijke industrie. Dus ik had net iets te veel klappen ontvangen. En... Um, het ging gewoon even niet goed. Zoals ik bedoel. Mm -hmm. Dus wanneer je in één keer zoveel van jezelf hebt ingeleverd... En je haalt er in één keer geen plezier meer uit. Terwijl dat je ticket was, toch? Maar als je dan beseft van ik heb zoveel sacrifices gedaan... Zoveel tijd, zoveel energie, zoveel moeite, zoveel geld ingeleverd om vervolgens er niet van gelukkig te worden. Je weet toch? Vaak. En wat, wat zijn dan de redenen? Weet je, waarom, ben je erop, waarom word je opeens niet meer gelukkig? Alles wat je maakt klinkt als poep je oren. Kijk, die soutpark aflevering, die... <laughs> waar alles, zeg maar, ja. poep is voor Stan. Zeg maar, dat wat, ik zat in zo'n periode, gewoon alles ja. was poep. Alles wat ik maakte, poep. Alles wat andere mensen aan het maken waren, poep. Iedereen is poep. Gewoon, ik snap het niet. Waarom? Je weet toch? Ja, yeah, ja, yeah, yeah. uh, Money begon laag te worden. Want wanneer je zo euforisch bent, dan pak money. Je geeft uit. Je pak money. Je geeft uit. Je weet, je bent ook jong. Snap je? 425, dus Relatief jong. Vooral als je net in Hollywood kon wonen, snap je? Ja. Yeah. Nooit meer dan 2000 euro op je rekening hebt gehad. Ja, ja, ja. En je wilt niet terug naar... Nee, maar daar denk je niet eens meer aan. Want je, je, dat kan niet meer. Dat kan niet meer. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Ja. Op zo'n moment. En in één keer gaat het wel faaien, Je weet toch? Mm -hmm. dus en financieel. En alles wat je maakt klinkt gewoon kut. En uh, je ziet geen vooruitgang meer bij jezelf. denk je bij, mezelf, bij jezelf. Terwijl je wel fucking veel tijd erin stopt, toch? Ja. En denk je zo van... Ja, shit. Heb ik het nu allemaal voor niks gedaan. Zeg maar, ik ben nu weggegaan. Iedereen die zei dat het me niet zou lukken, heb ik een dikke fuck you gegeven. En nu zit ik hier, ongelukkig te zijn. Je weet toch? Mm. Ach, ja, misschien moet ik. Uh, en het is echt niet dat je denkt dat ik dan ga zitten en denk van. Oh, misschien ga ik even wat bij supergaande doen. Snap je? Je bent gewoon niks aan het doen met je leven op dat moment. Je moet beseffen: je? je bent gewoon op een oudere leeftijd, misschien 27, 28, ben je gewoon niks aan het doen met je leven. 28e, dus ik was uh, een beetje doelloos. Ik, ik, ik en, en ervaarde een soort gelijke doelloosheid, zeg maar. Hij wist even niet wat hij wilde doen, meer je wat ik bedoel. Je was even je dromen kwijt, hoor. ja, man, en toevallig zaten we echt allebei in zo'n periode ja. en we hebben het er nog vaak over, zeg maar. Dat we dan maar hij, hij, niet per se doelloos, maar hij ging toen net met comedy beginnen. Snap je? Dit was dan 2019, eind 2019 zo. En ik weet niet wat ik deed. Dus ik ging gewoon met hem mee en dan ging hij gewoon schrijven voor zijn comedy. En dan was ik daar gewoon om bijvoorbeeld mee te leloven van alles of wat dan ook, je weet toch? Maar dit zit eigenlijk. Ik wist gewoon even niet meer wat ik moest doen. Ik had, ik, voor mij was het nog wel muziek, snap je? En toen had ik nog, ik denk, drie doezoe over of zo, op mijn rekening. Drie, vier doezoe. En. Uh, ik dacht van, ja, fuck it, ik bewaar het gewoon. Je weet toch, ik heb kind, ik heb vrouwen, je weet toch, die dingen. Ik denk, ik bewaar het gewoon. En dan kan ik gewoon nog een paar maandjes mijn huur betalen. En that's it, zeg maar. Beetje boodschappen. pempers. En als je hem zegt van, uh, ja bro, je weet toch. Je hebt die doekoe. Waarom ga je niet gewoon even een kantoorruimte ergens pakken of zo. Studiootje ingooien. Hoeft niet duur te zijn, weet je. Twee, 3000 euro en dan gewoon knallen. Je weet toch. Dat moet gewoon jouw ding zijn nu. En je moet beseffen, ik had al het album van Cosmo uh, en Dorentina gedaan... die echt fucking viral ging ook. En heel goed ging. En alsnog, zeg maar... Dus vanaf daar, op dat moment, begon het weer een beetje te borrelen bij me. Van, hey, het, het lukt me wel, weet je. Ja. Want wat was het precies wat je... Je zei net al de industrie. Maar ja. was dat echt alleen hetgene? Ja, gewoon... combinatie dus van alles. Snap ja. je wat ik bedoel? Dus... Uh, het fucking veel money hebben, ja, fucking veel, gewoon best wel veel money hebben, ja, ja, maar ja. in één keer geen money. En toen merkte ik in één keer hoe al die mensen die ik leerde kennen opeens wegvielen. Ja. Ze, om, om, kijk, wanneer ze denken dat je, dat je echt money hebt en stabiel zit en goed zit, dan zijn ze cool met je. Dat is mm -hmm. wat ik bedoel. En eh, ik hoef ook niet te horen, zeg maar van nee, dat is niet waar en dat is niet zo en bla bla bla. bla. Want dat merk je zelf wel. Want op mm -hmm. het moment dat ze zien dat jij eigenlijk best wel slecht aan het gaan bent, bro. Dan zijn ze zo fucking. Ten eerste gaan ze heel anders met je om. Snap je? Ik ga met jou om. Als jij geen money hebt, ga ik met jou om als hoe jij money hebt. Mm -hmm. Punt. Snap je? Dat is gewoon een feit. Het betekent niet dat ik dichter bij jou wil zijn omdat jij money hebt. Mm -hmm. Snap je? Ik heb nog steeds uh, Matthias die zeg maar. Gewoon normaal uh, leven en normaal uh, wonen en normaal werken. Voor mij hoef jij geen mattie van mij te zijn, alleen als je miljonair bent. Mm -hmm. Snap je? Als jij een 40 doezel of 50 per jaar verdient, prima, dat is goed voor jou. Maar wie ben jij als persoon? Ja, ja, ja. Ik heb dus gemerkt dat ik dan. <clears throat> ik dacht van ik ga geen nieuwe vrienden kunnen maken in deze zin. Door bepaalde mensen. Snap je wat ik bedoel? Door dat ik denk van oh, maar eerst vond je me hard, snap je? Ja, ja, ja. Om wie ik was? En nu opeens irriteer je me je aan bepaalde dingen van mij. Mm -hmm. dus ik, oprecht bro, ik voelde me daar gewoon fucked up door. Want er waren echt mensen dat ik dacht van... Hey, die, die kunnen gewoon detours worden. Dus. Snap je ja, wat ja, ik bedoel? Ja, ja. Maar het gaat allemaal om... wat kan jij van mij doen? En als jij op een duur niks meer van mij kan doen, dan ja... Wat heb ik daar? Ja. Dan ga je een beetje zo tegen mij praten. Ja, daar hou ik gewoon niet van, snap je? Dat, dat, dat heeft me gewoon geraakt, zal ik het zo zeggen. Want mm -hmm. ja, boos kan je op alles worden. Maar als, als jij bijvoorbeeld... Er vertrouwen in had dat er een vriendschap zou ontstaan. En op een duur komt dat niet omdat jij een beetje vijand aan het doen bent tegen mij. Snap je wat ik bedoel? Dan, dan... Bro, dan word ik gewoon verdrietig van. Snap je wat ik ja, bedoel, niet eens meer boos. Ja, ja, maar ja, ja, boos worden, ja, ja. ja, en dan ga je met elkaar. Ik ben geen 16 om boos te worden en te gaan vechten ja, met je. Dat is wanneer je niet je emoties onder controle kan houden. Ja. Nu, heb ik, nu word ik daar gewoon verdrietig van wanneer dat mij overkomt. Snap je dat ik denk van fuck man bro. Zeg maar, ik dacht, op, ik dacht dat je oprecht was. Zeg ja, maar. ik dacht wel aromatisch. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Zeg maar, als, ik, als, als jij bij mij komt eten en ik kom bij jou eten en die dingen. Dat, dat is voor mij, betekent dat heel wat. Snap je mm -hmm. wat ik bedoel? Maar dat is niet voor iedereen zo. En dat, is, dat accepteer ik. Dat accepteer ik. En, um, maar ik vind het wel jammer. Ik vind het wel heel jammer. Ja. Maar ja, fuck it nu. Snap je? Nu is het gewoon van, oké, okay, dan behoor jij tot een periode in mijn leven. Dat achteraf gezien niet mijn beste periode is geweest. Ja. En hoe, hoe ben je hier uiteindelijk uitgekomen? Want je het borrelde toen je die. die uh, ja. Producties oh, ja. voor ja, oh Ja, sorry. Uh, dus die money. Ik had dus toch yeah. uh, geïnvesteerd in een eigen studio ja, bouwen. En denk trouwens, dat je dit deelt. Ja, sowieso. En zo oprecht. Ja, 100, 100. Ja. Ik, uh, ik had geïnvesteerd in die studio. Het, ik denk binnen twee weken had ik uh, Tigers gemaakt, ik had die beat gemaakt. Had ik het eerst met een andere artiest. Want ik had die beat en ik had die flow. Mm -hmm. ja? Dus ik, ik schrijf geen teksten maar, ik verzin flowtjes. Mm -hmm. Dus ik had dat. Maar ik, ging ik eerst met een andere artiest. En hij. Uh... En ik zei tegen hem: van Hé, hey, ik heb dit. Kan je dit misschien even invullen met de tekst? Kijken of dit wat is. Je weet toch? Had hij gedaan. Vond ik tof. Ik vond het ook tof. <coughs> maar ik besefte me gewoon van: Hij had het ook volgens mij in het Frans gedaan toen. Maar ik besefte me gewoon van ja weet je, het is geen Franse artiest per se en nu heeft hij iets in het Frans gedaan. Ik weet niet of dat gaat werken. Je weet toch? Eindstand had ik twee weken later had ik een sessie of twee drie weken later een sessie met Bila. Snap je? Mm -hmm. Ken je hem al? Of ja, we hadden ooit al een keer een sessie gedaan. Dat was echt nog voor Mokromafia. Okay. Had hij nog maar demos en toen vond ik het wel tof en dacht ik van, hai, laten we een sessetje doen. Je weet toch? Uh, dus vanaf daar kende ik hem, we volgden elkaar, weet je. Dus nu, uh, maar nu, toen hij kwam om weer een sessie te doen, was Mokromafia seizoen 1 net uit, weet je. Dus uh, hij zegt van ja, heb je wat voor me. Ik zeg, ja, ik heb wel wat. Ik heb een ideetje liggen. Ik zeg van heb ik met heb ik aan iemand anders gepitcht. Ik zeg van maar, als jij iets stoffers ermee kan verzinnen, dan laten we daarmee gaan. Je weet toch? Ik zeg van uiteindelijk is het mijn idee. Ik wil het gewoon pitchen bij verschillende artiesten. En uiteindelijk beslis ik gewoon met wie ermee vandoor gaat, toch? En uh, Ha, ah, Tiger erop gemaakt. Ik vond het niet per se hit, maar ik vond het wel beter klinken dan het Franse uh, gedoe. Mm -hmm. Dus ik checkte die artiest ook. Ik zeg hey bro, les dan. Ik zeg van ik heb iemand anders gevonden voor, uh, voor dat idee. Hij heeft de hele tune ook gelijk afgemaakt. Hij gaat hem ook uitbrengen. Dus uh, laten we dat, uh, ik, ik ga het op die manier doen. Je weet toch, ik zeg maar als je wil, ik neem je gewoon mee in de percentages. Snap je? Ja, ja, ja. Was dat ja, moeilijk om. Uh, want... Nee, man, is, maar kijk, dit is een business dingetje, snap je? Ja, okay. Ik heb het gemaakt, snap je? Ik, uh, dit is mijn idee. Ik kies wat, waar mijn product naartoe gaat, wie het gaat doen uiteindelijk, snap je wat ik bedoel? Ja. hij vond het niet leuk. Ja, dat is. Dus. Ja, ja dus ik zei ook tegen hem, ja, sorry bro, je weet toch, ik snap dat je, dat je het vervelend vindt, want misschien wil jij ook een hit hebben, snap je? Maar mm -hmm. niemand garandeert dat dit überhaupt een hit is, snap je? Ik zeg, maar ik, als het een hit is, hoe dan ook, zeg maar nog voordat het een hit wordt, überhaupt. Ik neem je mee in de percentage als je wilt. Toen, toen had hij me gewoon genegeerd. Je weet <laughs> hij zei niks. Hij erop. spijt, hè? Nee, maar hij zei: Ja, maar hij zei niks op. Je weet toch? Okay, ja. Dat denk ik bij mezelf. Als jij niet zegt van: ja, je, je bent een teringlijn, maar het is cool, neem me mee in die percentage. Je weet toch? Dan zet ik je echt in die percentage. Maar als jij mij gaat negeren, dan denk ik... Ja, fuck jou ook. Nee. Ja. Je toch? Zeg maar... Keep zeg maar het... Je biedt hem nog wat aan. Ja, toch? Zeg maar, ik bied je wat aan. Hè? zeg maar, ga je ja zeggen of ga je nee zeggen? Je... Want als je ja. niks zegt, dan zeg je nee. Ja, ja, ja. Naar mijn gevoel, toch? Aha. Of blijf ik gek? Nee, je hebt gelijk. Toch? Ik zou het ook zo opvatten. Ja. ja. Nou, oké, okay. dus hij is boos op me. Hij denkt, fuck mij. Dan oké, okay, ja, jammer dan. Je weet toch? Mm -hmm. Ja, spijt. <laughs> Twee maanden later, 1 miljoen in één dag. Ja. Baradai krijgt gelijk een WhatsApp. Ja? even hey, fuck het aan met die presentatie. <laughs> ben ik gek? <laughs> Toen zei ik, maar broer, ik maak nog screenshots. Bro, je reageert niet. Ik heb drie keer gezegd, ik neem je mee in presentatie. En jij zegt, ja, maar ik wil die tune. Uh -huh. Je weet toch? En je hebt niks gezegd daarop, zeg maar. Uh -huh. En nu kom je wel vragen... ...om een percentage. Gaan we, zeg maar... ...ik gaf het uit goedheid... Maar, uh, bood ik het aan je aan. Yeah. Je weet toch... ...ik bood het aan je aan van... ...niet per se goedheid... ...maar ik voelde me faaie. Mm -hmm. Snap je? Van, hé, hey, shit. Ja, kom die, je kwam in die alternatief. Snap je? Van, maar... hij, hij, hij dacht eigenlijk... ...dat het zijn pokoe zou worden... ...maar yeah. uiteindelijk heb ik tegen hem gezegd... het is niet jouw pokoe. Snap mm -hmm. je? Maar, maar is om zijn tijd je... niet... ...om zijn tijd dan niet... ...als tijd in de studio... die dacht om als tijdverspilling te te maken. ik uh -huh. van oké, okay, dan bied ik je wel een percentage aan. Zo ja. wat ik bedoel. Ja, ja, ja. Terwijl je moet beseffen, je hoeft het niet ik te word doen. niet betaald als een tune niet wordt uitgebracht, toch? Uh -huh. Dus al, als al maak ik 100 tunes en ze worden niet uitgebracht, dan heb ik gewoon mijn tijd verspild, toch? In een zekere zin. Uh -huh. En toch breng ik het nog bij mezelf op dat ik denk van, weet je wat? Ik wil jouw tijd niet verspillen. Uh -huh. Ik neem jou mee in die percentage. Maar nu ga jij pas zeggen, "Hey, fucker met die. Nu ga je antwoord <laughs> geven op wat ik je zei. Twee drie maanden later ga je me zeggen, "Hey, Weet je nog, die percentage wat je maar aanbouwt? Oh ja, maar toen vond je het niet interessant genoeg om hierover te praten. Yeah. Je had het erover dat, die, dat het jouw pokoe was. Mm -hmm. Eindstand zag hij mm -hmm. ook in van als hij die 5% had aangenomen, bij wijze van, toch? Mm -hmm. Dan had het er meer opgeleverd dan dat hij het zelf had uitgebracht. Ja, man. En dat is fire. want dat zijn dan ook weer dingen, dat wat ik zeg, dat zijn ook weer uh, fire momenten. Dat, dan hoor ik van links en rechts, weet je, dan zeggen ze van. Ja, ik had tijgers verzonnen en dit oh. en dat en bla bla bla. <laughs> Va, broer. Nee, nee, nee. Maar ook dat, doet, nu lach ik erom, maar dat doet me pijn. Snap je wat ik bedoel? Want zeg maar, ja, wie de fuck ben jij om, om dat te claimen? Want ik ben degene die mijn laatste money heeft gezet in een studio om tijgers te creëren. Snap je wat ik bedoel? Niet per se om echt tijgers te maken, maar dat was mijn weg daar naartoe. Snap je ja, wat ik ja, bedoel? Het hele proces was. Iemand zegt tegen mij van ja, man, hij loopt dat gewoon rond te vertellen. Ik zeg ja. Ik open, want als je nu op mijn TikTok kijkt, mijn allereerste filmpje op TikTok. Moet je naar beneden scrollen, heb ik, zie je letterlijk hoe ik tigers heb gemaakt. En dus, ik had het gemaakt en ik had het voor mezelf gefilmd. En mijn eerste TikTok naar buiten gebracht. Yeah, yeah, yeah. Ik heb gewoon ook bewijs dat ik hem heb verzonnen. Mm -hmm. Met flow, met alles. Yeah. Dus het is altijd zo vervelend. Het is altijd zo vervelend. Wanneer je in een industrie werkt, waar iedereen weet wat de struggle is om er te komen. En wanneer één van die mensen het lukt, dan proberen ze je neer te halen. Ja. Dat, is, dat zijn dan ook weer momenten dat je denkt van... fuck, ik word hier gewoon ongelukkig van. Snap je? Maar aan het einde van de dag boeit me geen fok. Nu, toch. Als ik, als ik toch in het algemeen bekijk, boeit me geen fok. Want Ronaldo wordt ook gehaat. Messi wordt ook geha gehaat. De beste wordt er gehaat, broeder. Je weet toch? Ja, ja, ja. Dus als jij haatcomments krijgt, of wat dan ook, weet dat het altijd gebeurt je wanneer goed, je iets goeds doet. Ja. Snap je wat ik bedoel? Wanneer je iets goeds doet, zullen er altijd mensen zijn. Dus laat jezelf daar niet. En hoe heb ik, dat nog meer, hoe heb ik daarvoor nog meer een harnas gekregen? Is door zelf ook een publiekelijk figuur te, te zijn. Door echt comments te krijgen over alles wat je doet en aan hebt en weet ik veel wat allemaal. Dat is wat ik bedoel. Mm -hmm. Nu heb ik zo'n dik huid. Ik neem mezelf ook niet meer helemaal niet serieus. Je weet toch? Mm -hmm. Dat ik denk van, dit voelt veel beter. Nu kan ik dit wel allemaal aan. Ja. Dus ik ben ook nog steeds in de muziekwereld mm -hmm. bezig. En bro, als je met mij wil werken, werk. Als, jij, als niet, dan niet. Je ja, weet ja, toch, ja, zeg maar. Ja, ja. mij niet. Ik hou gewoon van wat ik doe. Van de vrijheid die ik heb, ja. snap je? Daar hou ik echt heel erg van. Is, is Frasi dan nu, zeg maar, de brand Frasi, het totale plaatje, ja, ja, yeah. hey, er zit nog wel wat meer informatie hoor, ja, yeah. daar gaat nog wat, uh... ja zeker, dus bro, als ik ga zitten voor de branding frasie, als hoe ik heb gedaan, mm -hmm. voor van wie is deze beat en er echt voor ga staan, dan ga kan ik wel een probleem worden, ja, yeah. zeker, en, en is dat, gaat dat komen of, of heb je, uh... wanneer ik zin heb, ja, oké. Okay. <laughs> Ja. <laughs> ja, want als we praten over toekomstdromen, ik denk dat je nog niet uitgedroomd bent. Nee. Of ik hoop het eigenlijk niet. Nee, zeker niet. Uh, wat zijn dan dromen voor in de toekomst? Is dat dan dit? Uh, ja. ja, ja. En natuurlijk, uh, want ik maak ook reclame muziek. Hè. Uh -huh. On the side, zeg maar. Uh, dat ik vind ik wel heel leuk. leuk, maar ik wist niet eens. Ja, ja. Ik maak dus reclame muziek. Oké. Okay. Welk, en welke... Acteren. Is, wel, wacht. Uh, eerst terug bij de... Uh, bij de eerste, bij reclame. Yeah. Wat is een reclame muziek die iedereen kent, maar mensen weten niet? Het is van jou. Uh, New York Pizza. Oh, echt? It's the do-do-do. Ja? Dat ben ik. Echt? <laughs> ja. Nooit? Ja, man. <laughs> dat ben dus, oh, Die no, hele tune, yeah. die hele tune, wat je hoort dan. Gewoon de, dat bedje, toch? Yeah, yeah, yeah. Dat heb ik gemaakt. En ik ben die, de stem van uh, It's the do-do-do. It's man. the do-do-do. Die heb ik ook verzonnen. Ja, man ze wilden een eigen motto hebben. Dus je weet toch, net als mm -hmm. andere bedrijven die dat hebben. weet je. Die... Ze hadden al een motto. Dus de, de, de slogan, zeg maar: It's the Do. Yeah. Zeiden ze: Ja, kan je daar wat muzikaals van maken? Toen dacht ik dacht van ja, ik kan er een hele toeters en bellen aan doen. Of ik doe gewoon met mijn stem alleen: It's the Do, Do, Do. En dat is dan ja. gewoon. Erg ja, man. Toen pitchte ik dat en dat vonden ze helemaal geweldig. Dus ja? uh, ik heb een goede samenwerking met Nieuwe Pizza. Wel dankzij uh, Big Too. Oh, wat dan? Dus mijn allereerste was Casino. Die, dat is een online casino, zeg maar. Yeah, Daarvan yeah, heb yeah. ik die. Ja, 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 ja. Dat oh, ben echt? ik ook, ja, dat ben ik. Dit is zeg maar die. Uh, je kent al van die mensen, ze hebben die side hustle. Ja. Maar je weet niet dat ze die hebben. Nee, dat is dit. Ik ben die guy. Dus, <laughs> zeg maar, ik maak en de beat, maar ik ben ook uh, de stem de die je hoort zingen yeah. of rappen of whatever, zeg maar. Yeah. Dus die, dat irritante reclame spotje, dat. Ja, 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 ja. ja. <laughs> Ja, 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 dat ben ik. Waard, Dus zij kwamen dus eens naar Big Two en Big Two zegt: Van, uh, ik heb er geen tijd voor. Mm -hmm. dat snap ik ook. Hij was echt volop bezig met Anton ook <hast> ja, en ja, zijn eigen shit. Je weet ja. toch? Hij zegt: Bro, nou, ik heb nu. Zij dus zegt random, mm -hmm. omdat hij mij ooit een keer hoorde zeggen: Van uh, dat ik echt aan het grinden ben, nog steeds met muziek. Zei hij: uh, uh, Van uh, ja, check Frasie maar. <laughs> Wie is fraatie? Ja, hier heb je zijn nummer. <laughs> ja, <zoek laughs> Dat deed toch. <laughs> ja, toch? Ze komen naar me toe en van ja, papa. En ze uh, zeiden ze: Ja, kan je wat voor ons maken? Ik zeg: Ja, prima. Oké, okay, we hebben drie demo's nodig. Eentje moet zo, eentje moet zo, eentje moet zo. Ik denk, wat de fuck zeggen ze allemaal? Je weet toch? Ga de studio in, ik maak één demo van 20 seconden. Maar ik zeg niet, nu zeg ik wat de fuck zeggen ze allemaal, maar het zijn echt top mensen. Ja, 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 ja. uh, Geen maar me alsjeblieft meer werk. Maar in ieder geval. <laughs> ja, ja. Maar nee, nee, het zijn echt top mensen. Het zijn echt top mensen. Want ja. het waren twee uh, personen, dat waren mijn contactpersonen. Mm -hmm. Dat is zeg maar een soort van tussenpartij tussen yeah. mij en het bedrijf dat een reclamespotje wil. Mm -hmm. toch? En uh, zij zeiden wel gewoon: van, luister, we willen drie demo's. Eentje zo, eentje zo. En eentje waar jij gewoon los gaat. Gewoon wat jij denkt dat je moet maken, mm -hmm. is wat ik bedoel. Toen heb ik dus wat zij wilde gecombineerd met wat ik wilde. Mm -hmm. En dan heb ik gewoon één demo ingestuurd. En het was precies gelijk raak. zeg ja? ik. Wow. <coughs> Toen zeiden ze van ja, maar deze gaan we doen. Snap yeah. je? Pap, 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 pap. Toen kwam in één keer de nieuwe pizza. En dan is er nog eentje wat op de planken ligt, dat nog naar buiten moet komen. Ik weet niet of ik dat al kan zeggen. Ik Ik wil het achteraf. Achter, achteraf ja. ga ik het je wel vertellen. En dan ja, laat ja. ik je het ook wel horen. Ja, maar maar uh, dat bijvoorbeeld, weet je. Dat, dat, en voor York pizza heb ik twee of drie verschillende spotjes gemaakt ook die ze gebruiken dus voor verschillende campagnes mm -hmm. en dan natuurlijk de, de slogan weet je op het einde dat, uh, dat is een speciale naam voor ben ik vergeten hoe dat heet ja. <coughs> uh, dus dat doe ik dat is het leukste van alles ja, wat ik man. doe vind ik eigenlijk is dat het leukste maar van ook alles voor alle producers doe. zeg maar beats is beats voor artiesten is dus niet de enige nee, enige weg je kan, ja, joh. Je kan de meerdere kanten op ja. man yep. Ik heb heel veel reclamespotjes gedaan. Dit zijn de grotere, hè, die ja, ik je opnoem. Ja, ja. Want er zijn ook natuurlijk... Uh, voor, voor online bedrijven, whatever, doe ik ook gewoon, weet je. Uh -huh. Gewoon beats. Of dus überhaupt iets inspreken, snap je? Als... Voor Koso Nutrition heb ik dat ook wel eens gedaan. Dan heb ik bijvoorbeeld een, uh, een bedje van muziek gemaakt voor zo'n spotje. Mm -hmm. En ik spreek het in ook. Snap je? Ja, 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 Koso ja. Nutrition. <lacht> 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 25% ja, korting, korting. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, maar, zo maar, ja je? En, en acteren. Acteren sinds kort, ja. Sinds kort. Dus dat... Uh, nog niemand mm. weet dat. Dus ik ga het even primeren bij Vind je dat goed? Ja, tuurlijk. Dus uh, er is een uh, serie H3L. Oké. Okay. Uh, op Videoland. Mm -hmm. En Nessie en ik uh, spelen een... Uh, ja. Wat, uh, wat kleine rolletjes, Oké, okay. maar, maar waar, vertel meer dan. Zeg maar, waar, waar, waar gaat het over? Hoe, hoe is het... Ja, hoe de, de fuck is het uh, opeens acteren geworden? Ik weet het niet. Maar ik zeg je eerlijk, het is geen rare move. Zeg nee maar, toch? Het is een move van, ik snap het. Ja, en ik denk wel dat ik het kan. Mm -hmm. Ik heb al één draaidag gehad. Toch? Ik ja. heb al één draai. Maar ik moet nog een paar draaidagen. Oh, oké. Okay. Oh, dit is echt... Okay, ja, ja, ja. ja, dit is gewoon uh, actueel, zeg ja, maar. Volgens mij ja, ja, ja. komt het ook pas in februari op... Okay, uh, cool. of, ik weet niet wanneer. Ik kan denken. Het komt. Ja, ja, het <laughs> komt, het komt, zeg maar. Ja. Maar uh, het is wel echt fucking uh, echt leuk man. Ja? ja, maar het is wel echt voor de jongeren, zo'n serie. Okay. Dus wij, wij spelen ook uh, begeleiders. Okay. Okay? Dus besef ik. ben al zo oud dat ik gewoon begeleiders speel yeah, Ik, ik yeah, dacht van, ah, yeah, ja, welke yeah, jongeren yeah, ga yeah. ik spelen? Je weet yeah. toch? <laughs> ja, maar. maar dat besef ik me nog maar, ik ben vader. <laughs> yeah, 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 kan niet. <laughs> yeah, yeah. En, en uh, hoe is het nu voor jou? Om, heb je al eerder geacteerd? Nog nooit. Ja, sketches, maar dat is. Ja, ja, je het weet toch? Het is anders. Niet hetzelfde, bro. Ja, met ja, ja. de hele regie en uh, cast en uh, dit en ja, dat. Hoe is dit dan? Fucking leuk, bro. Ja? En dit is dan weer gewoon een stukje droom wat wa waar is gemaakt. Ja. Maar waar was je woord? niet een beetje shaky? van... Nee, man. <laughs> nee, ja, weet je wat het is? Dat is moeilijk, zeg maar, als je met Nessim bent, bro. Want ja. Nessim en ik samen zijn twee melige motherfuckers. <laughs> mm -hmm. Snap je? Wij, wij kunnen. Als Nesim hier zou zitten, dan was alles een grap geweest. Yeah. Niks kan serieus zijn. Uh -huh. En daarom kunnen wij ook zo goed met elkaar <laughs> opschieten, snap je? Yeah, yeah, yeah. Dus wij waren ook heel de dag, ze waren ons zo zat. Nee. Onze eerste draaidag waren we alleen maar fatsoenlijk, aan het gooien, <laughs> Alleen maar <laughs> grappen aan het maken over alles. Bro, was gewoon ziek gewoon. Ja, nee, het liefst nee, vertel nee, ik je alles, maar dat kan nog niet, nee, snap nee, je? Nee, maar het is gewoon echt, echt yeah. ze vonden het ook wel geweldig. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, je zag elkaar, ze van ja... Yeah? Dit is geen normale werkdag voor jezelf. Yeah, eigenlijk maar, eigenlijk ons deel 2 is Nesem Heer. Eigenlijk die moet, wel. eigenlijk die moet wel. Dan die, die, die verhaal, <laughs> yes. dat verhaal vertellen. Juist. Yes. Hard ja. man. Nee, maar ze dus acteren erbij en uh, ik doe een beetje vrijwilligerswerk hier en daar. Mm -hmm. Dat vind ik eigenlijk uh, veel leuker. Ja. Weet je wat ik hard vind? Dat uh, je begon helemaal je verhaal met dat je NESM van 12 jaar kende, in de studio ja. deed dat. En nu letterlijk tot de dag van vandaag. Gaan jullie samen acteren. Ja, man, we zijn 30 plus. Snap je? Samen supergaande ook. Ja, ja. man. Is, uh, is, is echt mooi om zo'n verhaal. Dat is, dat is echt zo'n succesverhaal. Toch? Ja, Van, ik was met mijn day one en ik ben nog steeds met diegene. Ja. En we hebben nu ook uh, al supergaande 32 theatershow's uh, ja, verkocht man. voor volgend jaar. We beginnen in Tivoli. Mm -hmm. en we gaan echt heel Nederland af, man. Supergaande ja, theater. Ja, gruwelijk, man. 32 shows voor nu, hè? Dus er yeah. kunnen nog shows bijkomen natuurlijk. Maar bro, we waren 13, bro. We, ko we kochten. Gazeuzen. Kijk je, gazeuzen? Ja, yeah, yeah, yeah. die, die roze, blauwe en geel. Ja. ja, dat Altijd was schilden. de Fernandez van de Streets. Je <laughs> ja. weet toch? Zeg maar. Ja, AliExpress. En, uh, en goedkope kauwgom, En dat is waar we op leefden, ja. zeg maar. Omdat we geen doek hadden. Je weet toch, zeg ja, maar. Die... Ja, ja, ja. In Zeeuws-Vlaanderen. Mm -hmm. En dan nu theater bro door heel fucking ja, maar... Nederland en, en België misschien ook. Yeah. Bro, het is ziek bro, het is als, echt Zou ziek. de de van 12 jaar, uh, de fratie van nu hard vinden? Pff, weet je, weet je, wist je dat <laughs> dat ik dat altijd als referentie uh, punt neem? Mm. Dat ik altijd denk van, want soms, bro, je, je merkt niet dat eigenlijk het leven eigenlijk echt interessant is, omdat je er middenin zit, toch? En soms denk ik gewoon van, oké, okay, maar vijftienjarige ik neem ik altijd voor me. Mm -hmm alsof die nu zo hoe jij tegenover me zit, ...mijn 15 jarige ik zit tegenover me. En ik vertel hem gewoon wat ik allemaal aan het doen ben, wat er allemaal op de planning is en dit en dat. En ik heb laatst voor tv heb ik wat gedaan, bro. Mijn ogen zouden uit mijn hoofd schieten, bro. Yeah. Uit mijn hoofd. Van alles wat ik denk dat ik normaal dat normaal is, snap je? Mm -hmm. En gewoon lachen, zeg maar. Yeah. Maar mijn 15 jarige ik zou gewoon, hij zou het allemaal niet kunnen verwerken in zijn hoofd. Van what the fuck? Yeah. Is jouw leven zo ch uh, zo chill eigenlijk, zo vet? <laughs> Ja, tuurlijk heb je nog steeds problemen in je leven, snap mm -hmm. je? Die gaan nooit weg. Ja, 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 snap ja, ja, ja. je? Er zijn nog steeds uh, dingen waar je om kan lachen en waar je om kan huilen, snap ja. je? Maar die vrijheid waar ik echt naar snakte, zeg maar, ik snakte echt naar die vrijheid, bro. Ja. Waar, die ik nu, waar ik nu, eigenlijk van geniet. Maar soms, als je hoe ouder je wordt, toch, dan soms de negatieve dingen die gebeuren in je leven, die die maken wat meer impact ja, ja, ja. dan de mooie dingen in het leven. Mm -hmm. Maar ik heb, de laatste tijd heb ik wel ge, geprobeerd en ervoor gewerkt om, om dat niet meer te laten gebeuren. Zeg maar. En wel gewoon te genieten van de kleine dingetjes. En okay, ik, bedoel, ik ben hier bijvoorbeeld. Ik ben aan het praten met jou. zo je wat ik bedoel? Mm -hmm. Terwijl als ik dan nooit die stappen had gezet, dan was dat niet gebeurd. en was ik nu mezelf... Wacht, hoe laat is het nu? dan was ik nu onderweg naar werk om weer een nachtdienst ja. te draaien. ja man. snap je? ja. denk bij mezelf van ja dat is toch een mooie vrijheid die je voor ja. jezelf hebt gemaakt. Zeg dan was er misschien een andere guy die tegen je zei van hoe lang doe je dit al? Ja, <laughs> ja ja ja. <laughs> ik doe dit al tien jaar? <laughs> ja man. Ja. ja is gek. nee, ja. shout out dat naar jou. maar zonder, ik moet wel zeggen van ik, ik spreek graag uit wat ik denk, je weet toch? ja. en ik wil ook niet zeg maar van overkomen alsof, uh, alsof ik het allemaal maar beter weet en beter doe snap je wat ik bedoel oh, nee, want er zijn mensen bro die, die meer in hun leven hebben bereikt qua carrière en weet ik voor wat allemaal mm -hmm. en maar ik ben gewoon blij met wat ik uit mezelf tot nu toe heb gehaald snap je en gewoon blij met het feit dat ik er nog steeds meer uit kan halen yeah, yeah. en ik ben daar gewoon ik ben gewoon heel blij ik ben blij. Ja, ja, ja. <laughs> dat maar, is het gewoon. Ja. Maar het is toch jouw leven, zeg maar. Ja, nee, daarom. Maar weet je, dat zeg maar, heel vaak heb je dan mensen ja. die zeggen van... Oh, die, die is wel vol van zichzelf en dit en dat en blablabla. Bla, bla, bla. Terwijl ik dan bij mezelf denk van, nou, eigenlijk niet, weet je. Mm -hmm. Want ik heb ook heel veel onzekerheden. Ja. Maar Zoals ik ben iedereen. Echt, ja, maar zeg maar, als iets jou gelukkig maakt, weet je... Word er dan gewoon lekker gelukkig van, weet ja, je. Laat maar. niemand anders je geluk afpakken door te zeggen van... Ah, je doet te blij of wat dan ook. Ja. Snap je? Zeg maar, ik wil niet overkomen als iemand die zegt... Wow, kijk mij, ik ben Andrew Tate. maar nee, nee. zeg man. Maar, ik, ja. ik, ik hou gewoon van dat ik doe wat ik doe, man. Ja. Ik ben en, af... en om hem nog aan te vullen... En dan stoppen we er ook mee ja. van... Wees ook... Want dat is ook een bepaalde mentaliteit hier van Wees ook fucking trots met ja, de shit die ja, je, man, die je wees, laat lukken. Wees vooral trots ja, op wat je aan het doen bent. Bro, wees trots dat jij hier nu zit. Je bent gewoon ja. een takkie met mensen voor Junta. Ja ik zeg je eerlijk soms besef ik het niet eens hè wees trots bro ja. wees maar trots ik vind dat wel als dat is wat je wilde ja. wees trots ja ja ja, je? ja ja ik, ik weet maar ik heb, dat is echt als we praten over van uh, wat is mijn struggle is echt dit man ja. is gewoon kijk als, het, als we het hebben over van dingen van tevoren al zeggen ik ben die guy ja. ik ja, is... bij deze ik zei toevallig gisteren... ik wil ooit een keer ik ben niet van prijzen maar als er één prijs is die ik wil winnen is de televisiering ja. niet schrikken als dit over tien jaar opeens is. Ik hoor je. Dus ja. op het moment dat het dan al gebeurt, dan heb ik zoiets van ja maar bro, dit zei ik ja. al tien jaar geleden. Ja. Dus dan in mijn hoofd heb ik het al gehaald nu. Hoe ja, dit zo al zeg. Ik heb ik heb het al. Daarom. Sterker nog, ik oefen in mijn eigen os al. Dat Daarom ik <laughs> op een podium. En wat ga. maakt jou trots op het moment dat jij al genomineerd wordt? Ja. Dan denk je van hé, hey, maar wacht heel even, want ik zei dit. Ja. En ik heb het gedaan. Dan kan je toch alleen maar trots zijn op jezelf. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja, het is ja, ja. niet zo van, van ik, weet, ik snap precies wat je bedoelt. Het is niet van I told you so moment. Ja, ja, ja. Het is een ik zei het en ik deed het. Ja man. Ik ben fucking trots op mezelf. Zo ja, wat ik bedoel. Ja, ja, ja. Dat is het eigenlijk meer. En bij mij ja, is het man. hetzelfde. Bro, nu klinkt het bijna psychisch, hè? Maar ik ga je wat vertellen. Uh -huh. Eigenlijk is dit ook een beetje een therapeutische dingetje hier, zo. Ik moet eigenlijk zo gaan liggen en, <laughs> ja. en praten met je. Maar um, uh, ik zei wel altijd tegen mezelf, wel, eigenlijk, lijp. Je, je hebt toch een stemmetje in je hoofd die mm -hmm. tegen je praat. Gewoon, dat is eigenlijk een soort van je consciousness, toch? Ja, ja, ja. En altijd in mijn hoofd zei ik, Frazi is de beste. Frazi gaat gekke dingen doen. Frazi is lijp. Elke dag. Ik zweer het je, als ik aan het pissen ben, ik word zo, Frazi is echt gek. Nee, 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 nee. <laughs> Gekste producer van Nederland. <laughs> je weet toch niet? Ja, ja, ja toch? Nee. Ja, ja <laughs> ja. ja, ik zweer het je, dat is echt zo. Zeg maar dagen, elke dag. Ja, man. En Heel veel momenten op de dag ook. Mm -hmm. En soms doe ik dat nog steeds. Ja. Snap je? Gewoon in iets wat ik gewoon heel graag wil, dan denk ik dat bij mezelf, dat ik daar al ben. Ja, man. Dat er mensen zijn die dat zeggen over mij. Ja, ja, ja. Zou ja, je ja, ja. wat ik bedoel? Ja, man. En. Ja. Ik weet niet waarom. Er is een uh, boek, ik ben even het kwijt... en die zei ook, ik zei <laughs> dit ook al in de podcast met Minka Plas... want die, de, toen had het ook over je stem in je hoofd. Mm. En toen zei ik tegen haar van... Uh, hoe jij over jezelf denkt, dat is ook de uitkomst. Ja, man. Dus wat je, wat je erin stopt, dat is wat je ook ja, uit gaat krijgen. Dat is gek, hè? Ja, man. Dus op het moment dat jij gewoon ook echt zegt van... ja, ik ben de beste, gewoon wel, weet je toch, zonder ego... en zonder, ja. wel dat het gewoon puur is, toch? Juist. Dus niet, niet, ik ben de beste en... Uh, ...nu ga je ook nadoen tegen, andere, je doen nee, tegen anderen. Nee, precies. Dat is het niet. Het is gewoon nee. van... ...ik vind mezelf de beste... Mm -hmm. ...en als jij dat van jezelf... ...oké... Okay, Prima, kom, ja yeah. Ja, zeker. Um, en ik ga je ook niet omlaag halen... Yeah. Zeg maar, ...als je dat denkt. Ja man. And, en, okay, uh, uiteindelijk go girl. Het <laughs> <laughs> is toch jouw leven? Het is jouw leven, toch? <laughs> <laughs> uh, maar uiteindelijk ga je dus zien ...van uh, dat hoe je tegen jezelf praat. Yeah. Als dat positief is... ...ga je ook positieve uitkomst krijgen. En als dat negatief is... Dan krijg je ook een negatieve ja, uitkomst. Man. En dat is echt zo. Want nu, voordat ik ga slapen... ik zorg ervoor dat ik geen negatieve gedachten heb. Mm -hmm. Dat ik niet met negatieve gedachten naar bed uit ga. Je moet, dus er, je, moet er een keer, je moet het een keer gewoon experimenteren. Heb ik ook gedaan. Ga een keer met iets fucked up nieuws. Je weet toch? Als je nu iets ziet over Palestina of wat yeah, dan ook. Yeah, yeah. Ga daarmee naar bed. Kijk hoe je wakker wordt. Fire. Je gaat fucked up wakker worden. Want je gaat in die frequentie ga je je onderbewustzijn in. Snap je yeah. wat ik bedoel? En dan word je precies zo wakker terwijl als jij voor het slapen gaan even wat positiefjes, je weet toch? Mm -hmm. Je kan heel de dag kut hebben geleefd, maar als je op de, op voor het slapen gewoon even wat positiefjes pakt, de volgende dag word je wakker, je wordt echt positief wakker, man. Ja, man. Ik heb het gewoon echt geprobeerd. Yeah, yeah, yeah. Het werkt echt gewoon. Yeah. Dus nu zorg ik er gewoon voor dat ik niet lelijke dingen zie yeah. voor het slapen gaan. Mm -hmm. Snap wat ik bedoel die mij pijn doen, zeg yeah, maar. Yeah. En ik denk ook hoe je, ik heb het niet geprobeerd, maar ik denk ook hoe je wakker wordt ook ook yeah. Ja, toch van het, niet gelijk, eer, het eerste op, uh, wat je ziet ja man. ja precies dat ja. dat is ook echt een dingetje snap je maar dat is weet je wat doe je als je wakker wordt Gelijk lijkt telefoon ja, ja, zeg maar ja. Ja. of ga even rustig. ga even koffietje ja, sigaretje man. erbij dat is mijn ding je weet toch ik ja, moet ja. koffie sigaret ja, je bent ik er ben zo in zeg, <laughs> <Schat>? <laughs> ja koffie ja 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 Ai. ja <laughs> we gaan nog uren doorlopen maar ik ga nog een keer komen. Ga ga katten. En ik, ik wil... Uh, ja, thanks man. Ja, zeg maar wat ik, uh, wat ik helemaal aan het begin zei. Ik had zin in dit gesprek. Ja. En uh, wat ik had gehoopt is dat het ook echt geworden. Ja, gelukkig. Uh, Dus thanks voor dat je hier hebt gezeten. Ja. Je thanks voor, hebt het, uh, voor het inviten van mij, man. Yes. Ja, en, oprecht. Uh, iedereen die heeft gecheckt, thanks. Volgende week zijn we weer terug en je weet wat je moet doen. Maak van je droom een werkelijkheid. Ciao.